Goedenavond, dames en heren. Excuseer me dat ik u onderstuur, maar zit er in de zolig in een zekere Camille Sprotter? Joy, inzitten. Ah, ik heb opdracht gekregen van de adjunct chef van de burgerlijke internationale politie om me op te vorderen. Al moeilijk met wat ook? Opvorderen, opassen. Opassen? Wat heb je ermee gedaan? Kennen we dan zijn fenomenen? Nee, maar dat is verbaasd van de vandaag. Ken je dat dan? Nee. Dat was veel goed, is dat waar? Dat is geen jongen. Het is voor het volgende. Verleden nacht is er op de parking van Dancing Philomene een muur gebeurd. En ik moet er vanavond naartoe gaan om een onderzoek in te stellen om de doden te ontdekken. Oh, dat is goed wel, jongen. Wat heb je ermee te zien? De adjunctief chef heeft gezegd dat er bij mijn onderzoek moet aanwezig zijn. Wel, doe de compliment aan de adjunct chef dat dat kan blozen op wat ik paas. Dan is geen adjunct chef, maar adjunct uf chef. Oh, zeg toch nog hoog bij, hoor, dat ik zei met een aasbeer. Luister, ik werk nu al 35 jaar in de beek. Waar werk je al 35 jaar? De beek? Ja, dat is de afkorting van Belgische Internationale Politie, BIB. Dat denk ik nog niet begrepen. Ik heb nu niet gehuurd, er zijn veel dingen die je nu niet gehuurd hebt. Wat ik zei, ik werk er al 35 jaar, ik krijg een hele hiel. Maar ik heb er nu niet gezien. Mijn naam is Remy Gloekmans. Remy Gloekmans. Gloekmans! Wel, wat zei ik? En je kunt me er nog niet gezien, hè? Want ben nog maar sinds gisteren in dienst gedreven. Ben tot inspecteur benoemd omdat ik geslopen in mijn examen bij de politieacademie. Je weet toch wat daar een politieacademie is? Hoor, politieacademie. Ik heb in de film gezien, ik heb maar zot gelopen. En heb je politieacademie gedaan? Nee, die gestel moest net, dat was een briefje van school, dan kost lezen en schrijven. Enfin, de onderzoekscommissie van de burgerlijke internationale politie heeft van de Nunenton uit een dansing geweest. En ik heb gisteren van de adjunctief chef mijn eerste zokken dankzij Philomene in handen gekregen. Ja, maar de adjunctief geeft me hier dat ik dat ik 8 uur in kon zijn ben. Ben dan maar aan mijn derde dag voorgezet in mijn haar. Zeg, kon je nog niet naar van mijn hoofd? Orders zijn orders. Alle inspecteurs en hulpinspecteurs zijn hier vraag. En jij zet een overschot. Maar je bent overschot. En wie zegt dat? De adjunctief. Met een adjunctief chief. U de bagger moet niet benet zijn. Ik doe het onderzoek en jij moet niks doen. Ik doe alles. Of ga doet alles. Wat kan dan beter voorstellen? Begin dan al je onderzoekje en als je het u mij hier doet, dan zal ik je benen springen. Wat vind je van mij? Camille. Je stel mij toch toe dat Camille zeggen. Maar hoor je wel maar. Remy Gloekmans. Allemaal Gloekmans. Gelijk op dat ik zeggen, in de onderzoekscommissie van de burgerlijke internationale politie onder de dans zijn geweest van de Nuren. Om alle inlichtingen eromtrent te verzamelen. Ja. Voor dat onderzoek ben ik de boos. En zei de gamma aan de getuigen, inspecteur. Oh, eigen inspecteur, dat is die stokje van uren, zeg. Van een kok, inspecteur, dat denk ik al uren. Een getuigen, inspecteur, moet juist maar het onderzoek volgen. En aantekeningen maken als nu de has. Ja. Om te beginnen is het geen gewone dankzij. Maar een privé dankzij, waar dat een lid moet van zijn. Dat wordt opgegeven door een zekere Philomene Stamford, ja. Philomene, dat is u die klaar over, denk ik. Ja, dat weet ik niet, en hij ze nog niet gezien. Ja, ik ken een Philomene Stamford. Maar zoals ze zou niet zeggen, hij is dan maar doof, joh. De nacht ervoor was er in Dancing Philomene een bal voor de vragenzaal. Oh, voor die ook toch al mee. Ja, doe maar, jongen. Nou, rond middernacht en de vragenzaal langzaam de dansing verloren. En rond 10 uur bleven er nog enkele over. Ja, ken maar dat van die blokkers. Ik ben ze aan het ja, doe maar, man. Waaronder het slachtoffer, een zekere Mark Oent of Doent, of zijn een achternaam, weet ik niet meer van buiten. Oh, weet niet wat Oent was dan? Nee. Volgens het verliepig verslag
die de onderzoekscommissie deze middag ter plaatse in de dansing en opgemokt, zou het slachtoffer Mark rond 1 uur de dansing verloten hebben. Op de parking van de dansing stond zijn auto en tussendoor dan een verbijkomende agent hem gevonden heeft. Hij lag nevers zijn ogen en nevers hem lag er een krik. Volgens de vaststellingen van de agent had zijn auto een slapen bank. De autopsie van de wetsdokter zegt dat de muur veroorzaakt is door een slag op het hoofd van de krik en zou het overladen tussen 1 en 3 uur 's nachts zijn neergetreden. De muur moet dus gebeurd zijn van een van de achtergebleven in de dansing. Nou, had je niets te zeggen? Nee, we zijn aan baas. Het moet een van de achtergebleven geweest zijn, want het slachtoffer Mark was bestolen. Zijn ze op de feuille en eindelijk verder op de parking gevonden. Alles was eruit, uitgenomen de leedkoorten van die in dansing en een paar visitekoortjes. Ja, maar leed, ik had toch een verbaaghanger geweest en die toch gedaan hebben ze gehaald? Ah, joh. Dat is juist. Camille, als getuigeninspecteur, heb je niet te moeien mee een onderzoek waarvan dat ik de lading heb. De baan. In de politieacademie hebben we een heel nieuwe methode geleerd. Iets wat dat meer moet kunnen dan lezen en schraven gelijk in Heuventaat. De baan. Ik vroeg me af, waar dat een gaat bij de burgerlijke politie zonder opleidingen mee begonnen zat. Ah, het eerste dan moest net, dat was van school een briefje dat we konden lezen en schraven. Oh, allemaal naar een bak toe. Allemaal naar een bak. Ja. Voor je mop zo. Camille, ik verwacht dat dus onmiddellijk in dansing Philomène, hè? Dat vind ik een neutje. Zeg ik, dan krijg je geld betaald, zo. Ik gewoon maar alleen betaald. Camille. Volgens artikel 316 van het politiereglement worden de uitgaven gedooid tijdens het verlof, niet aangerekend. Ja. Ja, je kunt dus u na een veracht ogen naar Paraas gaan nu, hè? Allee, kom. Op Paraas? Maar nou, dan ik hoef een ogen naar het huis te smelt worden. Maar wacht, dan moet ze mij... Is er een of niemand? Zeg de maan niet dan. Werpen dan goed gebalkoniseerd? Genoeg, madame. Ja, maar te weinig is het niet alles, hè? Als ik zeg genoeg, wil ik daarmee zeggen dat ik niet gekomen ben voor te lachen. Ja, en voor te dansen zou het niet gewoon zijn, want je moet leed zijn. Madame, als je 2 seconden wil luisteren, ik ben van de politie. U kan? En van de Noenheim-Leven Kodraai geweest. Ja, dat was de onderzoekscommissie. En buiten aan de deuren stoot er een agent. Maar dan, dat zijn allemaal bijkomstigheden. Ik doe het onderzoek over de muurtopmerk... wat doen de Raswas dan erbij? Een scheper. Mark Scheper. Sissa. In andere woorden, ik ben inspecteur van de burgerlijke internationale politie. Serieus? Wel, dat zou er niet zeggen, hè? Op de televisie zijn dat allemaal zo'n schuwe mannen met een firme carrière. Ach. Dat is wel mogelijk, madame. Maar op de televisie zijn dat allemaal maar noorgemokten. Ja? Geef maar dus maar een noorgemok. Hoe is uw naam? Philomène Stamford. Moet dan tien zeggen, Mijneke. Volgens dat ik zie, zijn de gaat-eigenaressen van die indenksing niet. Ah nee, pardon. Ik heb dat aan die draai van de Noenuk gezet. Ik ben de gerente. De nageneer dat hij zijn ding in de slag op zijn hoofd gaat denken. Het slachtoffer?
Maak schepen? Ja, dat was een verre kozijn van mij. Maar heel ver, ja. In van langs de achterkant. En genoeg. Volgens de lichtingen dat we voor hem genomen hebben, was dit partij maar een gewone bediende in een bankje? Enfin, we zullen er wel achter komen voordat hij dat geld gold heeft. In alle geval zijn we nog niet compleet. Volgens dat ik hier tellen, moeten er nog vijf komen. Ah ja, zeker. Kijk, ik heb de draai van de noem te houden, nomen zijn de adressen gegeven van de dediener van de nacht naar koor. Ah ja, ze staan allemaal in mijn ledenboek ingeschreven, zie je het? Nee, Ben, zijn dat dus zes muurdeners. Oh, lief! In andere woorden, zes verdachten die hem de slag op zijn hoofd gegeven hebben met in de kriek. En zes krieken? Had hij een duur nazer van je komt? Joke Lievens, wie is dat? Had hij misschien kalant. Dat is maar serveus. En wat zeg? Mijn rook in de vuistschutje na. Ja, maar nee. Je hebt serveuzen en serveuzen. Je hebt serveuzen die serveren om te serveren. En je hebt serveuzen die serveren om niet te serveren. Jongen, nu ga ik niet mee, zeg. Die ook, dat is een maasje die haar bruut tracht te verdienen met de bestalen voor wat rent had. Bob, deze normale serveuze. 19:37. Verwondert me dat er hier nog niemand in is. Ze zijn het dan allemaal geconvoqueerd tussen de 7 en de 8. Wat voor zie je nooit op de oven? Madame, de mensen die werken moeten toch daar dan om iets naar de rust te gaan voor wat eten? Ja, maar alleen, zij maar gezet dat maar een dankzijnt niet meer helpen door vandoor. Het is altijd tussen de 7 en de 8 dan de leden komen voor de dansen. Madame, uw kozijn is van de nacht vermuurd. Je gooit zich van de oven toch de Charles toen niet doen dansen. Ja, het is veel zeker de moment niet, hè, voor de s'avonds toen. Misschien een vals land, het is iets droger. Ja, je kunt dat een olievat geen wijn tappen. Weten wij of ruwijn? Kijk nou een vrije Château Fleur Lafitte. Madame, ik kan drinken niet. Artikel 100 dan hier verbiedt van een inspecteur te drinken tijdens zijn dienst. Wat dan die draai van de onderzoekscommissie en er niet nevens gekeken. Ah? En ze gedronken? Dat zal ik moeten rapporteren in onze adjunctie. Allee, toen drinkt u iets voor u op een slag en slooien. Madame, zeg maar liever wat ik mijn kapstok vind. Voor mijn hoed en mijn regenmantel. En de dansel, dat is door dat ons meester zwieten. Niet drinken? Want mensen zijn dan bij de police. Ja, maar die hebben ook best nog niet gedaan, zeg. Die in de kalant had in de restaurant, die zat, deed die nog zo'n keer goed wil eten. Wat hoorde mij aan? Zegt dan zo'n keer goed wil eten? Waar hoorde die vuur direct over en die in een restaurant is veel beter. Ah, daar woont dat. Het deed ook op schaven. Hier, van de oven wordt er niet gedanst. Ja, ik weet het. Het is goed hoor dat ik dans zoals ik werk. Ik ben van de police. Nou, de police? Ja. En Luc Gulman koor de koop weer zeker? Oh, meisje. Wat kwieken geladen kon aan, joh. Van de ding moet ook letten, zo. Ja? Dat is de grootste kameer van mijn dansen. Oh, van kameer. Zeg, ik ken een loken van een kameer. En ik ken uw kindje. Ja, maar wel ooit maar dat iets vertellen. Kamin, dan is hier geen loken. Dan valt dit te werken. Ja, alles. Hier zijn al de inlichtingen dat houden de muur. En voor het verliep van het onderzoek in op te schraven. Ja, aardig. Dat is voor mij. Eerst schraaf ik alles op over de muur om het onderzoek te vergemakkelijken. Ja. Is de onderzoekscommissie van de Nullen bij u thuis geweest om u te vragen voor naar hier te komen, madame? Ja. Kijk, ik tot raar zotte man aan mijn deur, wat? Zot? Even over, madame. Leonie Schelkes. Zeg zo. Hadden de muur zijn gebeuren? Ik? Ach, dat gaat zeker zo. Oh, dan moet je niet aan het wafelen. Duut, zijn trein en stoosreed vuurt. Waarvoor een rette stoosreed vuurt? Dat zegt ze altijd, meneer. Ze wil ermee zeggen, napt uw neuzen toe en rikt eraan. Madame, je zult zwagen. Je zult antwoorden als er iets gevraagd wordt. Al wat dat moet doen is men een druipel brengen. Zeker niet, alles. Kom in. Tijdens de dienst wordt er niet gedronken. Als ik een patat mag maken, ik heb nog vijf doorkonzees, hè. Kamin, mocht men dan niet zenuwachtiger dan dat ik al ben, hè? Tuut, zat een trein in de stoorschrijfvuur. Ja.
Er is vijf keer de stoos, hè? Oh, de chef van de stoos, weet je waar, met zijn fluitje in de week. Madame, een woorden van de nacht. Rond de tijdstip dat de muur gebeurd is. Hier in de café. In de dankzank was er geen luister meer. In de laatste keer dat ik alleen gedankt heb was, toen ik 12 jaar was, op onze zolder. En mijn voordeur meerdere dan de Duitsers weer benen vallen. Houd in de commentaar. Waar zat er op het ogenblik hier in de café? Daar, waar dat Camille zit. Ah, en je weet toch al dat ik Camille? Kijk, ik het toch hier zeggen? Ik Camille tegen Camille gezegd? Joogzaam. Tja. Maar dat is dus nog geen reden dat ik gek Camille tegen Camille zeg. Allee, vooruit. Zet hem op de plootsen van de nacht. Ja. Hij is allemaal zuur bij de burgerlijke politie. Oh, Bart en ik is allemaal een slagje. Alsjeblieft. Op de gezondheid van Lansing Filamijn. Dank u wel. En als je dan een druppel te veel hebt, bewoord hem, zal hij daar wel weten zijn. Ja, de schot van Suwij, er zat een ding in de plootskant in televisie van Armand Pink. Meneer! Oh, pardon. Heeft er maar iemand geroepen? Ik ben een vriend. Ik ben namelijk inspecteur van de burgerlijke internationale politie. Oh ja, bent er nog niet te loten. Er zijn van noem drie hier eens thuis geweest en zijn gezaakt op talen tot de nacht. Even om, alstublieft. Alweer boete. Boete? Is van zijn route, niet zijn zoete. Is maar boete. Als je binnengekomen bent, heb ik madame er iets uren zeggen van slecht weer. Nee, hoe weer? Och, hoe weer of slecht weer, Camille? Is dat niet hetzelfde? Dat zal dan nou mijn pijn moeten vrozen. Camille, mocht mij niet zenuwachtig, hè? Krijg je er eens die keer van. Allee, ja. En wel, vriend? Wat is ze daar willen mee zeggen met dat goed weer? Dat weet ik niet. Ik heb het weerbericht niet geluisterd. Vervlamde. Aan al de leden van die dansing hier, zo slim gaan zijn of te gaan, gaan maar niet te onderzoek in een laag drukgebied komen. Madame, wat had je daarmee bedoeld? Ah, wel, van de nacht kort van de nier stond hij aan de tuig reuzen te maken met Mark Schepper. Aha, reuzen maken met het slachtoffer. En hoe weet jij zo goed dat dat kort van de nier was? Om mijn nog maar een horloge te kijken. Ja. En voor verder kijken naar mijn horloge? Voor te weten waar wij dat was. Duurt zat de trein en de stoorschrijf vuur. En voor gaat dat? Nee, ik de keer. Dat moet er niet geloven zijn, inspecteur. Het was nog schepen die rust tot de boog tegen mij. Dat is juist. En ga stond te beven van de grote schrik. Dat deed in een broek. Hoe weet je gaan dat hij in zijn broek deed? Was je die ziet, kunt gerieten. Om het in keur te worden te zeggen, die Max Schipper was dus goed. En had hij niet gehoord wat dat is, hè? Nee. En ga zult de mensen toch weten waarom we dat in ruzie doen te mogen tegen u. Ja, wel, dat was, zo maar willen geloven dat ik nog eens meer weet wat dat is, hè? Door, vroeg het een keer aan Poepedooske. Ze stond erbij achter haar tuig. Zuzu. En wel, madame, poepedoezeke. Filamijn Stankport is maar niet noemen. Hij moet naar die vuile lange tongen niet luisteren. Duut, zijn trein en de stoorschrijf vuurt. Luisteren? Waarvoor was het slachtoffer Max Schepper kwijt? Dat weet ik niet zo, meneer. Naar Zaterpoort luister ik niet naar. Ik zou hier wel te doen, hè. Aha! Hij wordt eens dronken. Oh, nu nog, inspecteur. Ik heb twee geloosjes smelk en een geloosje yoghurtbenen. Oh, ons moet opletten, ons gedankt, hè. Van dat scheuden en dat kleutsen, die gooit op boter, hè, ze. Niet maar bij mijn leven dan beter. Ja. Niet was Max Schepper die zat was. Ja. Enfin, zou je een keer op dat plootsen willen staan en een tuig wat er van de nacht stond? Maar rustgoed, is ook zijn tuig. Ha! Doorveren was Max Schepper koos. Als kozijn. Ik heb madame willen verdedigen, want meneer Boete, hij had aantastelijkheden gepleegd op u. Wat lief? Wat heeft hij daar gepleegd? Aantastelijkheden. Allee, hoe moet ik dat nou gewoon zeggen? Maar het woord zeggen toch zelf, aantastelijkheden. Ant en tasten. Tasten met zijn hand.
Waar zou dan moeten tasten met zo'n hangen? Wat weet ik dat, madame? Zeker niet bij mij. Ik ben er niet veel. En dat was de beweegreden van de muur. Ja? Max Schepen had hij aan tastlakheden gezien. En jij doet de bedrag, waardoor dat een dienst doet te beven van de grote schrik. En om hem te vrieken, hij boete buiten op de parking en de slag op zijn hoofd gegeven met in de krik. Met in de krik? Dan zag hij zeker zeep. Ja, paast is er, zei Remy. Als ik gek jong was, hè, ben ik beginnen vragen. En kijk dan naar voren en vroeg, had rooide mij oma, gaf me een schuppel om mijn achterste, dat ik daar op de strooit lag. En wat had ik graag doen? Twee dagen in een bassin bliek hoort gezeten met mijn god. Wat die blijf plakken weer te krijgen. Maar het is toch een beweegreden kunnen geweest, hè? Wat een aschidine, zeus, dit had als beweegreden voor aanpak. Allee, zijn ze zelf misschien dan tastlakken gepleegd, hè? Maar kom mee! Ja, ik krijg ze dat misschien. Vlaanderen. Ik meende je pretent dat ik van de eerste keer de dood er al ontdekte. Goedenavond. Al gezien dat ik Marie een vrouwen niet meer op mijn boekjes gestoen heb, zette jij de serveuse. Serveuse is Frans. In het Vlaams zit dat tafeldiensten. En dat is veel deftiger. Ja, dat is zo, hè. Police is veel deftiger dan voor ze zei die voor haar fleken. Kom maar, Enfin. Ja. Even omes, Joke Lievens. Laat dat eens, hè. En gij zijn meneer... Nestor Koker. Ah, wij nog een schepper en een kook. Je zet Goren. Ook de Goren. Ja, meneer wil zeggen... Handtastlakheden. Handtastlakheden? Ja, ik bedoel, omdat het samen binnengekomen zat, veronderstel ik dat... dat het te horen... dat een verrijving hebt met mijn koor. Een verrijving? We kwamen tegelijk op de parking. De meisje hebben dezelfde taart binnengekomen. Meneer, in de familie Koker had u gemakkelijk geen verrijving. Of je moet dan een poedel of een joksier zijn. Heeft er toen mee een schepsel lag dat, hoor. Oh, ze is gewoon de weinaam gegeven, ze. Waarom zijn er dat schepsel tegen dat schop? Dat is gelijk dat ze uw regiment lieven, hè. Maar dan moet ik schepsel zeggen dan even beleefd te blijven. Voor wat ik moet zeggen dat ze niet deugt. Oh. We moeten allemaal beginnen gerustloten. Vanaf de eerste dag dat ik hier behoorst ben, kun ik niets goed doen in Hildruim. We weten wel, mevrouw, dat die Max Schepen, want dat was u van de pruiperstree. Max Schepen, om niets te zien met je. Dat zullen we wat beter weten, hè? Voile toeten. Oh, wat is een vuile toeten? Een twijfelachtig, schandalig vlammet. Dat waardig is. Maar Joke is een wieze die opgekwikt is in een pleeggezin. Joost, maar zij is de deur gelopen. Verdiende mag schepen die van haar eerst serveuze gemokt heeft. Niet ben er weer gelopen omdat ik niet gelukkig was. En als je niet gelukkig staat, zou je van alles doen. Zelfs toffeldingster worden in een pijnswinkel gelijk hier. Oh, is dat in een pijnswinkel? Joost. Want je kunt hier zelfs geen convenabele uflok krijgen. Zijn hier allemaal een slappe pensen. En dan wijst hier dan wel wat. Maar jongen, we blijven mee onderzoekskunt. Maar kan je nog geen akkozen gehad om een woordje te placeren? Ja. Allee, vooruit. Leonie en Boete op wel de pleutje voordat er zat of stond. Ja. Merci, jij hebt mijn druip ook gekeerd. Nee. Camille, je gaat er toch geen lolke van maken, hè? Dat is maar ook de vader een druipel dat ik gelogen of van me. Moet u iets aan het draaien naar de stoorschrijfvuur? Wat stond er? Rond 10 uur van de nacht. Op mijn gewijde plaatje, nevens de tuur. Aha! Gij hebt een schuur, wat dat Max Schepen gezegd heeft, als hij ruzie stond te maken tegen Boet en de tuur. Ik ken niet schuur. Max Schepen stond met zijn reugen om mij. Ja, dat is juist. Jouw stond hier. Boete stond door en Max Schepen stond tussen de twee. Zo dat ik hier op de plootje wil gaan stalen van de nacht. Wat ik wel gezien heb, is dat Max Schepen achter die ruzie met Boete aan Joke niets gezegd heeft. Zeg, ga zie veel, hè? Ik heb hem aan u gevuild. En Joke scheurde van niet. Hij ruft? Hij was zo zijn motor scheurde. Met haar achterste. Oh. En wat verder had ik haar geschud? Met haar achterste? En vroeg maar jij of dat ik iets wilde drinken. Nog een bewijs dat ze van mij weer doen met die machtsgever.
Aan een vreemde vrij bevroogde niet wat als ze drinkt. Of het moet een aangebrande zijn. Huh? Wat is een aangebrande? Dat is iedereen die alle doel van kliet verwisselt, maar op dat dezelfde tabber dan is. In ieder geval blijft het de routine van de verdachte. Of van een secteur. Ik ken het niet, mag schijf precies van eerst te zien. Ik weet dat dat de cousin is van Madame Doorn. En dat een nageneer net van die in dan zijn. Maar vuur van de rechter wordt dat vermaaien. Maar gelijk het al jure schelden wordt er. Ver wat doe je altijd? Dat des ooit ik nerveus worden, inspecteur. Het gaat ons nog zijn dat tammer is. Als ik nerveus word, krijg ik het die keer. Krijg je bobbels. Maar wel, als je in de lange deur krijg ik natuurlijk een bobbel. Wat zo? Geen klaar is, zo. En achter dan Mark Schepen van Joker gekomen is dat bij de koker voorzien. En waar zat de koker? Daar moet hem zelf voor. De koker groeit wel altijd, maar de verre bakt dan niet, hè. Tuut u iets aan het trein en de stoorschreef u. Wacht, fijn, dat is nu niet gelachen dat ik zat. Zonder ons nerveus te maken, meneer Koker. Verma even lang. En wel door zo'n tje niet toch. Als je pleutje wil nemen? Ja. Voilà. Dus, Max Schepper is hier bij u komen zitten. Ver wat te doen. Hij kwam als een leedje verkloren. Moest er niet van weten. Ga die alle zuur dan zitten. Wat is er gezegd? Ze gaan zitten vezelen. Aha. Zitten fluisteren. En wat had je gefluisterd? Wat zeg je? Ik heb gefluisterd. Wat dat wou weten? Op zeker ogenblik liep meneer Koker maar bij jou. En hij zei, breng ons 2 whiskies. Mark Schepen vroeg, heb je al geld? En meneer Koker antwoordde, ik heb altijd geld. Waarop dat Mark Schepen al laai lachend zei, ja, geld van een snuifjesteler zeker. Wat is een snuifjesteler? Dat is dialectwoord voor toebakdief. En ik ben door de tuur gegooid van mijn bestelling te doen. Ja, en poppendoosje door riep nog naar Mark. Nou, een whisky. Zijn er nou niet zat genoeg, Mark? Ik droog zelf van mijn familie zo volle lange toen wij. O ja, werd gezien dat nog goed is aan u. Oh. Als je tegen Mark Schepper gezegd hebt dat hij zat genoeg was, wat deed hij daarop geantwoord? Ja, dat is meestal dat ik kon zeggen. En ga meneer Koker. Als hij als Mark Schepper zei van die tabaksdief, wat had hij erop geantwoord? Er is een hoge van nog, hè? Ja, maar met al dat kom ik met mijn onderzoek geen stap verder. Kom in. Ja. Lees maar een keer de curriculum vitae van meneer Nestor Koker. Ja. Wat moet dat lezen we, man? Even curriculum vitae. En aangezien dat het duurde compreneurs, hè, de onderzoekscommissie heeft van iedereen de levensliep opgezocht. Kom in, kluisteren. Ja, naam Nestor Ademar Koker, geboren te Gent, 6 mei 1934. Eigenaar en directeur van een worstenfabriek Salamet. Hij zou geen concurrent naar Salami. Heeft in 1989 voor faillissement gestaan, maar is terug kunnen herbeginnen door een contract af te sluiten met Nederland voor het leveren van worsten aldaar. Door mij dan er in eerste geest gefiest is u waardig sausages te krijgen, hoor. Dol anders kreten ze. Zizi, je hebt dus op punt gestaan van failliet te gaan. Heb dit niet kuur? Zeker maar de worst in Holland. En nog die nog lange duur, maar nu een boven aan het kwieken, zeg. Gezelschap. Kom, dan ga je dansen. Nee. Ga buiten. Je zit met een gat vol schuld. En je hebt in 14 dagen nog een lidgat niet betaald. Ik krijg heel zeker geen goesten voor een lijzen heb te doen. Wordt niet benad, zei meneer. Ik krijg geen lijzen. Dat zijn geen lijzen, vriend.
dat is uur te kijken. Worden gij hier van de nacht tussen ten hiel en ten draai? Jooit, meneer. Ik ben namelijk inspecteur van de burgerlijke internationale politie. Gij zat dus de zesde en laatste verdachte. Verdachte? Van wat? Van de muurt op Markt Schepen. Ja, maar meneer, doe nog geen laars duwt. Verre van de schepen. Ja, dat is een van deerbescherming, zeg. Gij zat Domien Verrassen. Oh, als ik het door plezier kan mee doen, Joik. Camille, ja. De curriculum vitae. Wacht, Remy, Zorz, Alexander, Kloekmans, inspecteur. Daar is de manen, stommerik! Dat is geen urticair die je gehad. Dat zijn vleuien. Oh. Nee, Zinnevink, doe er zelfs kakkerlakken op. De curriculum vitae van Dingskeren. Domien Verrassen. C'est ça. Domien, Roger, Valère, Cyril, Robert, Marcel, Verrassen. Ah, grote familie, inspecteur. Dat is een familie per meter, zeker? Ja, maar hij moet vuur doen. Natuurlijk. Ah, en zijn geboorten dood aan u? Nee, laat dat maar eens uit. Want als hij geboren is per meter gelijk zijn familie, stond hij morgen heeft denk ik nog. Wat een vodder open. Wat is zijn beroep? Beroep? Mijor. Ingenieur bij de Bouwse Spoorweg. Ingenieur bij de Nazere Week? Dat is u niet vet betaald, geloof ik, hè? Inspecteur, ben versloft. Ja? Vlees op, waarvoor heb ik achter hem aan mijneke? Omdat dat versloft is aan mijn drankvitamine betaald. Oppulder, plotsen alstublieft! Ah, wel, vriend. Ik wacht op uw explicatie. Ben versloofd aan pokeren voor gruut geld. En gisteren heb ik al mijn verloren geld weergewonnen. Ik had mijn schulden kunnen betalen, meneke. Dat is wel van meneke, hè. Achter dat de hond nog verdriet aan gedaan, hè. Want toen ze van de nacht en ergens was in het mag schepen, zei, dat de weer niet kon betalen, mocht ik gaan ruzen tegen haar. Vet weer een zuivel haar laaf getrokken. Oh. Ik heb niet gezegd. Dat de weer op het plotje moest gestooien. Ik heb elkaar gestooien bij de zwijnen. Oh, ik heb nog vuurtje. Enfin, waar worden we met mijn onderzoek gebleven, Camille? Als getuigeninspecteur moet je dat weten. Ja, maar ik heb het hier allemaal opgeschreven. We waren op het ogenblik gekomen dat Joke die twee whiskies aan koken gebracht had en dat Max Schepper zei geld van een tobakbief. Ja, meneer Koker en mijn beton. Max Schepper doen zijn whisky in één keer uit. En ik ben weer op mijn plaats aan het toegestaan. En ga, was toen de ga? Ik kwam er op die moment uit de balzolen. Wat heb je de gezien? Oh. Voilà. En zo heb ik een overzicht van de situatie van vandaag. In de schoolacademie eten we dat met de pioens spelen. Ja, en de mensen zijn met ons voeten spelen. Ja, dat is wel mogelijk, Camilleke. Maar als u in een hand omdraait, dan doet er gevoet. Spreek dan van de doden? Maar het maakt ook tegen toe als er nog niemand niet vermuurt. Ja, ja, maar dat is het meeste. Oh, goed, die in de kloop is nog ja. Inspecteur, mag ik het ons vriendelijk vragen? We zijn rap mogelijk met pioten te willen beginnen spelen. Want ik moet ook naar Holland, hè? Zuloten? Over een dag wordt dan gewerkt. En soms is maar een wichtgeriet. Meneer Kutter, we zullen zorgen dat Dollanders op tijd en stond uw bewustzijn. Dank u. En nog van Juliana. Oh, maar dat is nog niet gedaan, zeg. Huh? Achter dat Mark Schepen zijn de whisky in ieder keer uitgedronken heeft, stond daar rechter. Maar hij werd tegengegeven door de mink die juist uit de bal zo kwam. En wat verder, hij dan tegengegeven? Er een mits te vroeg. Vergeet niet dat gisteren nog zonder geld zat. Boah. En Max Schepen riep tegen madame Philomène. Allee, geef die niet door hoe zo er wat hij het van doen. En hij moest zelfs niet betalen. En wat had hem gegeven? Dat je moest zeggen een toetje. We zullen maar niet geloven zijn. Zijn men een half en half gegeven. En wat is
Een half en half. Een half doodse met een half woord. En als je hem maar niet kon vernomen wat beginnen antwoorden, zit het een half in prison met een halve controverse. En het gebeurt. Ja, groep lang genoeg. Ga die toch eens in een grote klep hebt. Achter dat is aan een half en half gehad, hè. Wat is er toen gebeurd? Niks. Mark schreef naar iedereen, elk zelf er een derde vlakke groen over. En als zwijns is, dan vroeg het gewoon naar de park hebben, dat is aan de motors toe. Aha! We zijn er. De parken. En door heeft er ene van Helder en een klop gegeven. Ja, maar wie? Alle pioens toen in de rommel, er is nog niemand die buiten geweest. Ja. Wat is zuster? Inspecteur, als Mark Schepen buiten gegaan is, ben ik naar de balzolder gegooid. Huh? Want iedere keer was er niemand niet meer is voor te dansen, moet een dansing in orde brengen voor het zanderdags. Ja, die sluren. Achter iedere avond of nacht als ze besteld hebben, moesten ze nou beginnen kaasje. Ze wil die rat gebad, door poependoosje door in een vermuurde kozijn. Daarbij krijgt ze van geen een ander lid een vriendelijk woord. Ja, ja, maar dat heeft helemaal niets te zien met mijn onderzoek. Maar er moet toch geen van Hulder naar buiten geweest zijn om hem die klop te geven? Hij zat hier toch allemaal niet blijven slopen? Want er is niemand die buiten gegooid, want achter 10 minuten is Mark Schijper weer benen gekomen. Ah. Ah. En ben je content? Dat kan weer gezien. Hij had de kriek van zijn noten en zijn handen voor mij dat als woordige en hij liep, kan een platte band, een slappe tube. Hij legt dat iedereen hier is. Een slappe tube? Wat deed hij dan willen mee zeggen? Maar voordat ze altijd door het niet verstoord vroeg, dan heb ik hem gehoord. Aan de duik heeft hij dus nog 2 whiskies gedronken om hem koroos te geven zijn een auto op te krikken, zat hij. Ik wil hem die 2 whiskies niet geven. Maar hij drie maar met zijn krik de kuip werd te slooien. En hij riep, je zat dikwijls u een slappe tube. Een slappe tube? Hij wilde weer buiten gooien. Maar hij kost op zijn benen niet meer staan van zat te gaan. Ik heb hem bij zijn oom gepakt. Ik heb hem naar de park en gebruikt bij zijn noten. Ik ben nog terulder aan de deur geweest kraken. En ik zorg dat hij ruzies toen te mogen tegen zijn noten tegen Leonie. Aha, vuile spion! Zo moet hij lange tong in hun bek hebben. Wat gaat ze hier slappen tegen, hè? Nog een slappen tegen. Hij wil gaan eerst aan oor bespaken, maar ze gaat hem een deur in plaats, al achter. Waar dan? Op de grond vandaan. Ik zie hem nu mijn moeilijk boven mijn deur als reclame dan. Ja, ja. Maar waar op de grond? Lang gaat nevens zijn noten. En toen ben ik achter mijn tuur gegooid. Ja, ik heb hem nooit liggen en ben weer binnen gekomen. Ze vroegen me wat dan Mark Schepen was. Ik heb gezegd, hij ligt op de grond te slopen. En dan zou ik geen keren hebben, want hij hem gedoken met zijn krik. Vond zijn dood. Dat ze maar mijn vriendelijke kozijn. Door liet de raai laat een vette zak vreten. Een vriendelijke kozijn. En een overtoveur had hem gezegd dat hij zijn vriendelijk was uit de buurten van prison. Dat is gelijk. Van mijn bloed dat is gelijk een eerwetje op met een nespenknuis. Ja. Dan moet je niet eten, dan riekt de van ver. Die eerwetje is uit de schoenen vergelijking met jouw bloed. Daarachter ben ik weer naar de park gegooid voor morgen recht te stellen. Maar ik heb moeten laten liggen. En had je niet gezien dat hij een stuk in zijn hoofd? Nee. Ik heb wel gezien dat hij een stuk in zijn voeten nog. Het is weer binnengekomen, want hij had... Een zatte mens, dat weegt 2 kilo zo zwaar. Nou, wie zei dat? Koos u een keer een half per op. Ik sta kwart voor de verloop, zat op mijn knieën. Ik koos niet meer recht. De inspecteur die drinkt wat. Nou, altijd beter dan een inspecteur die thuis kwart. En achter dat geval zijn ze allemaal vuurt gegooid. Ja. En wie is dat, hè? Allemaal? Ik ben de nieuwste buiten gegooid. En wat was de voet? En ik en Boete zijn hem gevolgd, waar we met de dokter. In het begin vond ik zelfs maar mijn mond dat niet. Maar ja, het is roodje doeker op die de park hangen. En ik was benaderd ook mijn nek zo gebroken en over Max Schepen die erin was lopen. Dat meen ik uit. Zou het toch een keer een leugtje mogen hangen, ze? Al is het maar een lampje van 40 watt. Zo zei ik, zal er een leugtje hangen. Maar van nu is het maar een olipietje, hè? En aangezien dat ik altijd los de mannetjes aan de zak heb gegeven, ben ik toen zoekvuurd gegooid. Als iedereen toen zwicht was, is er kort naar dingen naar zijn binnengekomen,
Die Max Schijper gevonden om mijn goed is aan liefde. Bon. 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 We zijn al zo ver. Getuigen, inspecteur. Ja. Mag ik u een paar vroegjes stellen? Oh. Wat zou benieuwd doen? Ja. Bon. Maar waarom is het zomaar naar de bal zullen zijn? En dan kan ze op hun gemak hier voor je noemen, de vrouw. Cessa, dat was ik ook van zenuws. Het gepast. Ga de tussenschuur, iedereen naar de dansvloer. Allee, Cabrien, kan de toekomst een keer dansen? Tutu, zandraai en de stoelschrijf gehuurd. Cabrien, ja. Nog een vroegje. Wat is dat? Een slappe tube? Ja. Nee, jongen. Ja, jongen, die Leon die kan al dansen, zoon. Het is niet te verwonderen dat er stoer stuut. Ik heb dat aan vuur trad. Oh, mijn jongen, ik heb er dus van gekregen, zoons. Allee, tuut. Tja. Sinds wanneer drinken ze zijn neef om onder een dus te verslaan? Oh. Als je dus hebt, drinkt het toch water? Ik weet het, er zijn zelfs landen voor dan ze je water hebben te drinken. Voilà. Ik heb alles opgeschreven wat iedere verdachte ongeveer gezegd heeft. Ja. Om de muur te reconstrueren. Huh? Wat moet met die muur dan? Reconstrueren. Ja, dat is een woord die wel velen gebruiken in de politieacademie. Okay, ja. Als je dat beter verstoort, de muur herinier zetten. Ja, inier zetten is je een duur gewijn wordt. Iedereen zet in hem. Ja, ga je er zelfs in nooit zetten, niet, hè? In andere woorden, ik heb zitten werken. Best dat ik ga, want dankzij wordt met de Leonie. Ja, maar we zitten moe uit, zoon. We zitten getroken uit van zo'n schraaf. Zij kneut hem wel uw paan, want in de pijn is het ook vast. Heb zeker. In andere woorden, ik begrijp er niet wat ze ervan vinden. Ziet ze zullen dat dansen. Ze stonden een beetje mee op de gat te drooien en te zo. Pas de Leonie 10 morgen rondtrekken ze. Ik dans er laat een beer. En toen laat een aasbeer die met zijn god op een barbecue zit. Mie hadden wat daar zijn neus onder ons duim gestoken. Madame, wie zei je? Madame, ik ben inspecteur van de burgerlijke internationale politie. Voor de tweede keer, madame, die een dansen hier is gesloten. Hoe is uw naam? Coralie Poel. Ja, zoek maar naar zeg, reed toch op ook zo meer verscheten, zeg. Mijn meisjes noemen is Cora Poel. Die noemen zegt maar niets. Oh, maar wel. Zeg, er had niet vroeger in minor gespeeld? Meneer, ik kan spelen niet. Ja, maar dat zei je wel, zeg. Het zeker wel moeilijkheden voor een gang te scheten voor het spelen.
Hij is ook van de politie, madame. Dat is door mij dat hij iets van schieten kan. Ik ben de pleegmoeder van het pleeggezin van Joke Lieves. Ja. Ah, dat is wat anders. En ik wil onmiddellijk Joke zien. Ja, maar is het verder muurt zoeken? Dat zullen vernemen als Joke hier is. Ik verkoop hier blauw eens achter iemand zijn reuk. Camille, ja. Ga nog een keer Joke Lievens. Oh, nee. Van bloos gesproken, hoort ze zwaar een bloos te veel, hè? De man is ver versleten, zeg. Ik lieg niet. Ja, maar ik huur niks, hoor. Wij zijn we noemen naar wijn? Coralie Poel. Moet mijn kinderen zeggen, mama coachen tegen mij. Had je nou ook een natuurlijk. Dit is zo liever de kranken krijgen en wat dat paard. Ik ben weduwe van Gaston Blik, die over een paar jaar gestorven is. En tegen hem zei ze, patje vis. Vis? Gelijk de gewone vis? Dat moet ik aan weten, meneer. Van mijn poortmeuter zou ze een geladen oorring van mogen. Patje, ingelegde oorring. En je komt dus ook weer rond in haar pleeggezin misschien. Bedankt, meneer. Inspecteur, alstublieft. Sissa, inspecteur, alstublieft. Ten andere, Joke is meer dan 21 jaar volgens dat je ziet. En dus is ze vrouw om weg te gaan uit het pleeggezin wanneer dat ze wil. Dat weet ik ook, inspecteur, alstublieft. Ze deugt niet, punt aan de laan. Ja, het is wel een punt, maar het is nog geen andere laan. Hai, wat? Help er afgeweven en schuur lassen, zeg. Leonie, wat kom je gelijk doen? U hebt me toch niet gevraagd? Ik kan me Joke verdedigen. Ze loopt haar vent gemakkelijk doen. Ze is bijna voor haar bloedsknecht te verliezen. Tess van Vandoren niet als ze er loopt doen. Ja. Ze heeft al de helft van de stad overgedaan. Ze heeft al een schuur doen aan je. Ga ze aan het grote leugenaar. Ik ben geen leugenaar. Iedereen kent mama coachen. Mama coachen legt iets tussen haar boot. Inspecteur, alstublieft. Wat zit dat boosje door te doen? Ja. Dat is ik, meneer inspecteur, madame. Wat pakken ze tegenwoordig allemaal benen? Oh, zwakker. Niet zeggen, Camille, want er gaan reuzen van komen. Nee. Madame, goed kost gaan weten wat verder dat de Joke wilde zien. Inspecteur, alstublieft. Hij loopt alstublieft in een alstublieft eraf. Dat is inspecteur, alstublieft, zoender, alstublieft. Gelijk op dat de wil. Doorstoot de muur, de heren. Wat? Ga jij schieten. Ga je appelschruit. Camille en Mathijne, ik hoor een 18 maar uitgieten. Doe maar, best al de rooster net, jongen. Maar een 18 maar? Als je dat beter verstoort, een boekje bloed leggen. Inspecteur, ze gaan maar bloed leggen. Oh. Leonie, ik verbied je van de striptease. Ik ben hier de boos en ik krijg hier iedereen bloed. Ja? In figuurlijke zin natuurlijk. Oh. Ik heb tegen gezegd, Camille, dat Joke de muur de neeres. Ach, het gaat maar niets gezegd. Het gaat zus gezegd dat Joke proper, superproper, waafkast en zo. Dat is gecamoufleerde verdachtmokkingen. Ja. Dat is politieacademie tollen. Niet politieacademie tol, dat is al seksacademie tol. Met wat rechter de haar Joke beschuldigen van nu? Je zit voor het geld gedaan. Ze zoen een vrouw in het wieenbuiten. Was dat van het andere kind? Oh. Wat durfde ga spreken van geld? Mijn broer, mijn zuster en ik zijn bij u als pleegkinders binnengebracht. Draam mooi in de achterdam, zuivers vroemelijk toe met de motto. Was 8 jaar, was 1000. En goed zelf draam meerdere jongen kinders. Joke heeft mij verteld dat de pleegkinders bijna geen zak had gekregen. Het was al voor een jaar kinders. En door die onrechtvaardigheid is ze stilkens aan op zender beginnen worden. En kwam er nog meer moeilijkheden. Pleeggezinnen zo grondig moeten voorbereid worden. Want dat is een emotionele zorg. Zeg je mee zo dan een gecamoufleerde verdachtmok kan je niet beginnen, joh. Ben moe van dansen zo weer gaan slopen, zo. Dat moe? Wat had hier dansen doen? Oh. Maar nu hebben ze een bier gebroken. Zullen we van mijn god spreken? Inspecteur, wat wordt er van komen? Je hebt gelijk, mama coach. Joke heeft dus gedaan voor het geld. Ze zegt zelf dat ze bijna niet geen zakgeld kreeg.
En de derde kreeg een drang naar het geld de bovenhand in haar leven. Het bewijs is geleverd. De portefeuille van Mark Schepper is teruggevonden op de parking, maar leeg. Dus is Joken het geld uit die portefeuille gepakt. Het is hetgeen dat de zus gezet heeft, mama Kootje. Als een taartje bij mij weg was, en kan ik er op het terras in zitten met een onbekende manspersoon. Weet het, Boske? Ja, mama teenager. Maar dat is toch niet alles, inspecteur? Kom maar weggestoken in een telefoonkotje. En achter een half uur gaf ze die een onbekende manspersoon een totje. Ik weet dat geen ontploof. In de telefooncabine? Ben deurgelupen van schonten. Oh, wat een geluk voor de PTT. Die een onbekende manspersoon, dat was Mark Schepen, die ik toevallig leer kennen. Ik heb zei dat ik achter werk zochte, stelde ik aan mijn veur een toffeldienster te worden. Hier is dan een dankzij. En wat komt hij aan de mij, dat ik hem een doodje gegeven? Dat is al. Dat is niet jou. Dat is door een buurvrouw dat vernomen had dat Joken een serveuze geworden was. Kostte maar direct voorstellen wat dat er van dat totje vuurt gekomen was. Maar als diezelfde buurvrouw maar van de morgen vertelde over die muur dat Mark Schepen die er van de nacht gebeurd is, wist ik genoeg. De nepzucht door het goud, het slecht karakter van Joken kende, had maar de overtuiging dat Joken de muurdenaar is. Joken is doemschuld zelf. Oh, pretpret. Dat heb ik in de politieacademie geleerd. Zijn pretpret? Nee, nee. Dat de onschuldige zus de grootste schuldige zijn. Ah. Dankzij mama Kootje. Ze hebben een grote stap verder in die zaken. En voor Joken verliepen gaan zucht verdachtig hebben. Heb ik er niets gedaan? Geloof dat niet, inspecteur. Vergeet niet dat ik herkende van haar 8 jaar. Ik wist dat zoiets moest gebeuren. Ze was te liegen gevallen. Ik had toch gezegd dat je zo gevonden hebt? Ja, maar, minuutje. Niks te minuten, Camille. Ja, maar. Ik ben moe van schraven. Ja. Ga zijn moe van dansen. Het wordt dat dan in ons bijbel eens, hè? Luister, dat is maar een paar vroegjes. Wat heeft dat boosje neer te zeggen? Maar dat is geen boosje, madame. Dat is een stukje duur geworden. Getuigen, inspecteur. Voilà. Luister, er is iets aan die zusters. Mama Kokedien. Maar ziet mama Kootje, Camille. Verstaat. Heb je hier al vroeger geweest in een dansing? Ik? Ja. Wie paas er wel dat ik ben? Om te beginnen dans ik niet meer. Nee. En ten tweede zoek ik nu de voet in zijn verdacht milieu zet. Nou ja, en die Mark Schepen hebben nu niet gezien. Maar wat doet Camille? Zij hem toch gezien als Joken hem een totje gaf op dat terras? Ja, maar toch wist ze toch niet dat Mark Schepen was? Natuurlijk niet. Ik heb toch gezegd dat Vermaan een onbekende persoon was. Ja, ja. Maar hoe wist het toen dat Mark Schepen was die van de nacht vermuurd was? De mijn buurvrouw. Ah ja, zij kan Mark Schepen. Ze kan die misschien dansen. Wel, dan niet. Dat mens wij doen er dan 10 kilo. Zes op de noos moest ze ook geven. De verre van te dansen. Nou maar, kom in. Dat is een koe vangen met een mazen vallen. Ah, is dat ook academie toch? Maar het is toch logisch dat die buurvrouwen wist dat Mark Schepen was die vermuurd is. Zit dat van de morgen gelezen in de gazette? Dat is niet moeilijk, joh. Hey, die muurtest van de nacht gebeurt tussen mien en ten draai. Pak nu ten draai. De vier beginnen ze maar te druk in de gazette. Dus het is een meulen dat van de motor in de gazette gestoord heeft. Gaat gelijk. Ja. Stukje duwgewijn getuigen, inspecteur. Ja, ja. Als die buurvrouwen maar gisteren vertelden dat Joken hier serveuze geworden was, ja, ben ik onmiddellijk weer hier gekomen. Ik heb met Mark Schepen gesproken. Ja. Hij heeft me zelfs een visitekortje gegeven. Ja. Het zag er maar een brave mens uit. Ah, nee. En toen voelde ik dat Joken hem op die of andere manieren een geldje afgetrokken had. Ja. Door bijvoorbeeld zijn portefeuille te pakken. Ja, maar hoe wist hij dat er geld in zijn portefeuille zat? Ja, iedereen heeft dat geld in zijn portefeuille zitten. Oh, ik een eigen portefeuille. Ik steek mijn bandbriefjes in mijn kaas. Maar lekker mee. Wat wilde je daarmee bewijzen? Dat ik een koe vangen en met een muis vallen. Is in mama kokedeeën nog niet anders gedaan als door liegen? Ik lieg
niet. Maar voor hij ons zo iets verteld dat hij nog niet geweest heeft. En dat hij maar schepen nu niet kent. Dus ze erachter zegt dat hij wel geweest heeft. En dat hij zelfs een brove meis gevonden heeft. En wel kijk, ik ben thuis door die buurvrouw geweest. Ah, en wat, hoe is haar adres? Begon ik bij haar gewoon voor een getuigenverhuur. Ah, niet, hè? Nee. Ik wilde niet dat je dat mens erin betrekt. Ze is kapobbelen van te verschieten te vermogen. In andere woorden, dat mens zei dat ze allemaal niet vertelt. De ba eenmaal mag ook die bedragen gehad tegenover Joken. Zij gezet, ik heb gezet, hè, dat ik zo gevonden heb. Dat zijn valse beschuldigingen met bedragen. En volgens de wet is dat strafbaar met 1 à 2 jaar prison. En dat is de koepel. Ben een beetje vliegen kikken, prison niet bloot van de muur neer. Ah, dat is ook mogelijk dat de gademuur neerzet. Oh! Al wat hadden niet moeten doen, en ze buiten op de parking in onze politiewagen zetten. Waarvoor? Voor een getuigenis af te nemen en een afgezoomde tijden van de andere 6 muurdeneers. 6 muurdeneers? En dat duft van mag schijpen moet er schoen uitgezien hebben. En hoe geroken kikken die de politiewagen? Die de nazijn stoot ervoor. We zullen hem een beetje op zijn schaar. Allee, kom mee, Erik. Bedankt voor wat dat van mij gedaan hebt. Stukje duur. Ja, zeg maar, kom mee. Dat stukje duur gewoon, dat zijn ze al heel mijn leven tegen mij. Allee, de dito, die paas, dat ze meer zijn hoofd te kijken. Nee, maar voor de zaal dat als je het niet verstoort, vroeg dan even, kom maar goed. Tuut, zandtrein naar de stoorschrijf, Jules. Hé, geluk, kom maar een paar anderen in de bal zo. Nog een keer bedankt. Leonie, dag Marie, ik kan een beetje bij mij zitten, toe. Oh, wat verheugen. En welke, ik vind dat er van alles op duurde zat. Je hebt al schuurd gaan. Hé, zou je een beetje in mijn rechter genomen. Jo, ze in de baf in de keuken. Heel sympathiek. Kom mee. De daad dat ru weer de tot 8 uur is verbazen. Hoor eens, Leonie. Ah. Wat zit er door bij meneer de politie te doen? Kijk, even knenen. Voel ik hier? Allee, meneer de politie. Voel aan de blute knenen. Een adem aan blute knenen, dat was zo de motor voelen. Niemand is die ook die gezegd heeft. Zal madame Filamijnen vroegen, zou ik er niets van voelen aan blute knenen? Maar Nienek. Mag ik er niets van voelen? Goed. Alleen Nienek. Nienek, dat is je ook die man gezegd dat Leonie bij u moest komen zitten. Wat is tegen dat ze zou ik hebben knenen kracht, hoor. Meneer de politie, ik krijg hier goesten van lachen. Vergeet niet dat mijn kozijn Max Schijper gekrikt is. Ja. En als je wil zeker knenen voelen, dan moet je haar weten. Maar vergeet niet dat Leonie de grootste, vuilste kameer is van mannen dankzij. Ze moest wagen, hè, Koepedoeske? Alleen, ik zwagen een keer niet. Ja. Jouw verdekken. Oh, we hebben nogal ons werk gehad, hè. Voor mama Koepedie in onze politiewagen te krijgen. Oh. Was de deur te smal misschien? Maar niets. Maar ze wilde er niet in. Ze was altijd bezig van, oh, moest mijn buurvrouw dat weten. Dat ik in een dievenkerkje moest zitten, gelijk de muur is. Volgens mij, hè. Is zij eens te zien met die jongen dan 10 kilo's, hè? Meneer de politie, ik kom me met officiële stem Leonie Schalkes beschuldigen van moord. Ja, God, wie is Leonie Schalkes? Door. Zij 2 weken een vrijwijn gehad met mijn kozijn Max Schepen. Aha! Aha, klein deugenietje. Hij kwam in. Ben ik gemokt van kernafval, ze? Maar de noord van de muur is de vrijwijn afgebroken. Dat is wat anders. Dat wordt interessant. Het is nog orde. We hebben niet gemokt van kernafval, maar ben ik geslapen tuben, hè? Heer, die slapen tuben. Dat is door mij dat Max Schepel die een dag beginnen drinken is. Ik heb zelfs op zeker moment gehuurd dat duitsbedragingen altijd tegenover Leonie. En wat duitsbedragingen worden dat? Ik weet niet, een beetje van alles. Hij sprak vanuit de kelen om te vrijen. Vanuit de keel af te snijden, vanuit de keel toe te deuren. Zist maar haar kelen liever. Maar wel, hij komt ze niet toch maar hier kelen. En laat ik dan maar een kozijn maar hier nu toch. Nee, is maar beugelieken. Allee. Laat maar gerust, Camille. Ik heb het recht om met te verdedigen. Allee, oké. Okay.
Als sport vanavond mijn kind toe te duwen. Als u nog wat anders toe duwen en u de lof wordt. Want op die 14e oogdag bij hem geweest, he, heeft er maar niets anders dan leugens was gemocht. En wat voor leugens worden dat? En wel over 2 weken, in het begin van ons verrijvingen, wordt er maar was gemocht dat er geschade leefde van zijn verrijven, dat ze naar Zaire vertrokken was. Dat is door mij dat mijn boto niet content geweest is. Ik ons, hoe zijn verrijvingen geen veranderd van wak? Van wak misschien, maar niet van man. Gisteren over, terwijl ik naar hier gekomen ben, heb ik vernomen dat ze nog bij mijn koor waren. Dat hij niet geschade was. Ja. In andere woorden, ik was het lief en het zoete lief. Ja. Ik heb misschien geen al te klein voetje, maar ik laat er niet mee spelen, ze. Maan is maan en zaan is zaan. En wie aan de manen komt, komt aan de zaan. Ja. Niet, dat is u niet. Ja. Oh, fijn, het is nu gelijk. In ieder geval is het toch niet vuur dat ik hem zo vermuurde, ze. Moesten al de dingen die ik in mijn leven de baas gegeven heb, mijn god in de ruft lopen, het zong er maar vele benen regen, ze. Je zegt toch, het is door niet vuur dat ik hem vermuurde. Je hebt hem dus voor een andere reden vermuurd. Vermuurd, vermuurd. Wanneer zou dat doen, hè? Dus je mijn einde maar noemde laatje. Jammer, ik heb een verkloring die je erover een beetje afgelegd hebt opgeschreven. Ik heb gezegd, ja. Hij kost al op zijn bieden niet meer stoor van zattigheid. Ik heb hem bij zijn oorlog gepakt en ik heb hem naar de parking gebracht bij zijn auto. Zeg zo, en door is hem een club gegeven van een kriek. Een kriekenclub. Had je dat gezien? Joi, meneer. Ja, maar, omdat ik gezegd heb, ik heb alles opgeschreven. Hè? Ik ben naar buiten aan de deur geweest te kijken en ik zag dat hij aan zijn auto op de parking ruzie begon te maken met Leonie. Ah, groet een leugenier. Ik wist niet van wat hij liefde gezwollen stond. Wat is van de vette leugens? Oh, meneer de police. Net van woord. Dat weet ik niet, madame. Vette kolen ken ik, maar van vette leugens heb ik heel verstand. Mag Schepen begon weer over zijn liefde voor mij. Hij wilde ik maar in zijn ormes pakken. En ik heb hem een duw gegeven dat hij met zijn klakken... Huh? Dat hij met zijn klakken tegenop de bolste brengt. En op de grond lag. Ja, maar je hebt het verkloord. Ik heb hem laten liggen en ik ben weg binnengekomen. Je bent dus alleen binnengekomen. Maar wat zou je nu gewild hebben? Wat ik heb meegebracht hoor, was dat grote tuigen. Voilà, ze bekend. Ze zou zijn goed binnengebracht hebben. Oh. Nee, madameke, we zijn er nog niet. Want jij hebt gezegd, als Leon niet binnen was... Ben ik daarachter naar de parking geweest voor Max Schepen recht te stellen. Maar kan jij moeten laten liggen? Ja, dat is juist. Als je geprobeerd hebt van hem recht te stellen, moet je toch goed het bloed gezien en op zijn hoofd? Ja, maar het was donker. Vertel, die agent die hem gevonden heeft daarachter, heeft wel het bloed gezien. En het was toch goed donker? Dat is dat u een elekt had van een oos. Nee, madame. Dat wil u eenvoudig zeggen. Dat madame Leonie de muur niet kan begonnen. Dat is partypree. Wat paas ervan, Camilleke? Ja. Ik heb er goed aan gedaan, hè? Met alles op te schrijven. Beest dat ik aan het tankse word. Ik heb er vuur nog alles opgeschreven. Ja. Kom, Leonie, zet hem alweer bij mij, kom. Madame Philomène, jij hebt hier verliepig gedaan. Het zangse. En meestal veel zangse met een lotstuk van nationaal draaien. Jongen, we meesten maar dan niet riskeren van een lotstukje, hè? Want... Wij hebben nog niet gedaan met madame Philomène, zo. Maar krijgt er iets aan mij misschien? Dat weet ik niet, dat zal ik een keer onderzoeken. Onderzoeken? Meneer de police, moet ik mijn ding afdoen? Madame, wij zijn geen dokters, hè? Remy zegt dat alles opgeschreven hebt. Lees maar een keer wat dat Philomène gezaad heeft. Als Leonie binnen was, ben ik daarachter naar de parking geweest voor Max Schepen recht te stellen. Maar kan jij moeten laten liggen? Of jij dat moeten laten liggen? Ah, wel. Hey, man, ik heb gezegd dat daar 85 kilo weegt. Ik heb een keer een 5 kilo betoortes geweest. En achter 2 stoorten hoort altijd aan toos. Ja, maar als je nou nog je 5 kilo betoortes kunt rollen, die vroeg ik maar af of hij dat ons 85 kilo wil nou beffen net. Ha. De mens pas altijd op zijn petoortes neer, dus dan zijn het zijn. Ja, ja. Maar zijn een kriklochter toch gekost, zijn hoofd heb gekrikt, hè? Maar Camille, je past toch niet aan madame Philomène? Ja, ze niet constateren, zus, ja, maar ze moet toch een reden gehad, hè? Vuur toch niet?
Doorhuis de rijden. Ah. Tutu, zat een trein aan de stoorschrijfvuur. Ja. Hoe is het om naar weer? Kijk, ik toch al gezegd. Albert Boete. Ja. Ah, inderdaad. Albert Boete. Als je voor de eerste keer binnengekomen bent, en madame Leonie van u gezegd, de overschot van het schuweer is er. Ik ben al bladerd voor de overschot ben. Maar hier heb ik nog niet geschuweer geweest. En een beetje naar ding, en madame Leonie, u gezegd, Boete is van zijn route met zijn zoete. Is er helemaal goed, hij kreeg gezegd. Wat is er door willen mee zeggen? Dat weet ik niet. Ik heb u gezien. Noten patoten, waar zit die noten? Hier of door te net als je wordt. Het begin dat ik lid was van die en Dankzakkie. Ik poep het oogst me verteld dat ze verenigd de jaren nog café geven in heel zelen. En toen zijn ze al de schande misschien? Oh, en tegen die jongen dan, jongen. Maar wat kan ik? Dat is nog niet al zo. Oh, wij kan mij eens ook een volle lange tongen. Zijn natuurlijk die een café alleen niet opengeven, hoor. Ach, lood maar. Zit je in de café te horen met mij open hebben? Ja, en gauw hem aan een beste kalant, hè? In het begin droeg ik niet. Ha, 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 lachte de koe. En zijn kwispel staarten met haar een baard. Dat is een gedicht van Guido Gezel. Ja? Nee, in het begin droeg ik niet. Maar ja, weet u dat toch gewoon, inspecteur? Nee, ik weet dat niet. Ik ga niet op café. Het is Duits in de wereld, hè. Hoe is de kalamte nu een beetje beginnen kennen? En ze vinden een sympathiek. En ben een sympathiek manneke zo. Een joviale type die geen los. Goed aan de ondervinden, inspecteur. Om nog veel luiten uit te gooien. Bedankt. Mag je daar nu geen goesten voor te laten? Om dat zo wat verbeteren achter een druppel of twee dragen. Wil de vuur doen? Ja. Dus, hoe ze sympathiek beginnen vinden. En je vertelt onder een rolken. Zo straks heren ze. Ja. En je kunt toch tegen die commerce niet zijn, inspecteur? Nee, nee. En hoeveel auto's moesten ze vertalen per dag? Dat ben ik mijn Jens. We hebben de deur de gulden halen op. Het bloeste wist ik zelfs mijn woord uit te horen. Ja. Dan begon ik maar nagetrakteerd. Het was een gemak, je moest geen auto's meer vertalen. Ja. Maar toen het was dat de kalamte hier vrije nachten begon te blaren. Oh. Dat was langs te dieper in de schuldengrond van de breiberij de leveranciers. Tot op de morgen dat ik stonden en was zorg. Huh? Niks. Dat is weinig, hè? Amerika was er van onder getrokken. Huh? Zo alles meegenomen. Ik wou de hoofd te veulen, zus een spechtsprinter neer mijn pand niet gekomen. Die doet sloten liggen. Zij die droog ik hem af. Ja. Dan moet je mijn pand niet, hè? Dat is dan de kloeken, ze. Ken ik je niet een steken laten vallen? Je zet dus niet getrouwd. Ik met die lolkes hier. Huh. Kijk, je gooste van maken liggen zot lachen op mijn eerste neuwlaks nog. Schik wat anders te doen. Ben dus naar in de stad gekomen, waar dat mijn kozijnmak schepen moet hebben. Ik heb hem heel maar geval bloed gelaten. Het werd gelukkig dat hij een zus in een dankzink gekocht had. Dat hij het vroeger dankzink ergent. In een maand nog maar zijn dankzink gegeven. Je zag zijn rente die drank bestelt. Jooit niet de politie. Hey, maar het was nou een druipel. Jooit. Niets te drinken, Camille. Hoeveel keer moet je nou zeggen dat ik al zee ben? Met mijn manneke van om te trekken. Besefte ik dat versloop was aan de drank. En van de ene dag op de andere ben ik begonnen met melk en yoghurt te drinken. Hetzelfde niet, hè? Ja, de meisje moet al veel doen voor de liefde. Nu. Ja, door mijn dokter van zijn leven van je vragen gewonnen. Zo maar zelfs een briefje geschreven. Nee, wat? Je moet niet proberen verweren te keren. Ik keren niet meer weren. Dat zal u leren, want je doet mij zeren. Dat is ook van Guido Gezel. Ben ze op zoek begonnen, mijn manneke. En toevallig ben ik Leonie tegengekomen. Die mij vertelde van die een dankzinger. Ja. Ik heb mijn lid moeten maken om dichter bij mijn manneke te zijn. Ha, vrouw, je lange tongen. Oh, steek een keer een ander plaksje op. Die lange tongen begint mijn keel uit te dansen. Leonie heeft u gezegd dat er van de nacht kort verder neer, dus nog verder muurt. Maar Schipper, ruzie stond te mogen tegen u en de tuig in aanwezigheid van madame Philomène. Gij hebt erop geantwoord dat hij niet meer wist wat dat tegen zaden. Ik wist het wel. Ik kan het liegen. Ja.
Mag schepen verbod maar om nog langer in aanhoorkengen te komen, maar merken. Oh, een krok en sugeren daar. Hij was benad dat mijn mamijnke zo gevlucht en naar zeilen. Dat hij zo kwaad geweest hebben ze aan dankzij niet. Voilà. En dat is de reden van de muurt. Als Boete naar huis gegaan is, heeft hij op de parking Max Schepers zien liggen. Hij heeft in een kriek gepakt en hij heeft met Max Schepers zijn hoofd kroket gespeeld. Hallo, dat is nu voor. Dat is toch geen reden voor van iemand zijn lief kroketten te maken? Nou, waar mee? Boten en gelaagse. En hij gaat pleiden dat ik ons te vragen. En dat de voerde maar een schip om mijn hart te geven en dat ik over de strooit lag. Wauw, wauw, zit het in een vent niet vermuurd, denk ik? Nee, het tegendeel. Ik heb hem gevraagd, zeg ik, een goed schip. Zou je wel een lid willen van mijn voetbalclub? Och, je durft hem maar niet te zetten, want ik zit er met een grote bubbel van een vegetat, hè? Oh, ben ik curieus hoeveel bubbels dat ik gevind. En ben dat best dat u net ook zet, meneer Nestor Knobbel? Bubbel? Koken. Ja. Hoeveel weken of dagen zijn je al lid van die dankzegging? Wat, ben inspecteur, met die bubbel kan me moeilijk rekenen, zo? Je hebt verkleurd dat mag dat de maatschappij juist maar kent van hier te zien. Dat de wees dat hij geen ere was van die dankzegging, maar vuurt van de rest was hij voor u maar gelijk een talure raadspap. Scheldewoorden. Scheldewoorden rekken ze. En mocht men nu niet leugenachtig of kon een ras en kleggen met de schreeuwen. Nogthans, in uw curriculum vitae stoot dat de verdeesje voor een faillissement gestoord had. Maar dat de kunnen er beginnen zet door een contract af te sluiten met Nederland voor het leveren van worsten al daar. Dat is juist. Allicht! Mag de ras doen? Kon gewoon schrijven, zo. Mark Schepper heeft mij verteld dat hij Nestor Koper van zijn faillissement gered heeft door een groot gedeelte van de schulden van zijn worstenfabrieksje te betalen. Aha! Mark Schepper heeft dus geld gegeven. En was per dan voor u gelijk een talure raaspap? Scheldewoorden. Mark Schepper moet frisot geweest hebben van zo zitten. Dat is u maar een schulden betaald, hè. Oh, dan worden nu die zot worden van mijn sausage. Moet wat voor mijn sausage wel hier niet? Moet dan 30% van de winst geven. Dat is door mij, als dat van de nacht die twee whisky bestelde, dan mag Schepper riep en de geld de mottendief. Nee, de mottendief, dat is toebakdief. Ja, zei zo. Moet bij mijn salootje nog eer te motten. Zeg, Remy, we staan net toch nog van een andere kaartplaats, hè? Hoe zijn de maatschappij maar een duur gewone bankbediende was? Vroeg ik me af, voordat dat nog geld kon hebben in de knobel ligt, zijn het zo zin te steken en het in een danszang te betalen. Nou ja, dat is hij kon nog zo ver niet gepaasd. Moet zo ver niet paasen, moet van de echte paasen. Ja, maar Mark Schepper was een grote speler op de paardenkoers. Ja, hij heeft er zoveel geld mee verdiend. Volgens dat hij maar zou spelen, ga je altijd op de top varen. En daar zijn er soms miljoenen mee te verdienen. Miljoen, dat was zin. Kijk maar bezig, hè, bij die voorflik. Fijn, je gepast toch niet dat ik... Nee, kom meneer, kom zeg. Goed, dat is doorzicht, die bewortelassen die er zitten te schudden en te beven. Jawel, geef hem een slag op zijn poepen, hè. Zeg maar een keer liever, kom wat dat wil gezegd. Jawel, gepast toch niet. Dat we maar schnuren en we maar schuur zo ziet was dat hij maar dat geld gegeven heeft. Kijk, hij is weg. Kwam ook, hij is weg het nerveus al kloot. Ja, maar ik ben niet nerveus. Kwam een slag op zijn poep moeten geven. Ik ben goed kalm, zo. Want waarvoor heeft hij het ons geen geld gegeven? Ah, wat? Op conditie dat ik hem weer zo betocht heb. Plus 30% van de winsten. En Esther door een schriftelijk bewijs van. Natuurlijk. Hoe willen we bedoelen? Maar ja, hij is de leningen en de wekelijkse afbetalingen op papier gezet. Vanavond. Oh, braaf. Ze zijn niet nerveus geworden, hè? Of ga je op het poepen, zo? Neem nu wat aan dat mag schepen. Hier te boven zijn zo'n touw gaan mankeren. Maar als je hem goed bekijkt, dat zelfs een bolk of twee te veel. Wat is de dag moest doen?
Die moet de overeenkomst om te tekenen. Schriftelijk, natuurlijk schriftelijk. En was die verafslag, zeggen ons. Hoe staat mama bij het gezegd dat hij moest afbetalen? En dat contract komt terug dat hij maar je. Dat hij maar zo geholpen heeft. Maar nu was dat niet. Maar nu was alleen dat lijn dat ik hem kunnen wegbetalen. Weet u dat dat gooit eerst sausjes weer op? Het duur sausjes en het lief sausjes. Het periode, hè? Dat is een taai niet kunt mokken. Ja. Je hebt als periode als je sausjes niet ziet staan. Ja. Dat zijn de slapen periode. Tuut u zijn drengen stoorschrijf vuurt. Sissa. En nu ik jullie kunnen vitten door de ruk. Dat een contract afgesloten hebt met Nederland voor het leveren van worsten. Oh, zwaar maar van Dolanders, hè. De DM aan het koken gebakken, Nullers. In plaats van te schraven en onder reclame worsten salamet, die schreef ze worsten van Malvet. We zien van u, was geen diende Hollander die nog iemand sausie wilde gebaat. Zijn erop op een hart van vet, hoor. Goed, er is geen contract met Nederland. Wat wilde? Ze moeten er allemaal slank zijn. Wij zijn een volk van slankers. Oh, wauw. Ze liepen er allemaal met een meter in onder een zak. Hoe ze in de patisserie een patatje gegeten hebben, die gooien erachter een toilet per 100.000 te meten. Oh, ze moeten zwaaien rood te schuiven voor hun natuurlijke behoeften te doen. En welke van de week op de televisie Juliana gezien? Ik heb de indruk dat mij uit dat huk op je sausietje steekt, hè? Oh, wat zou dat van madenwurst niet zijn, hè? Madenwurst, hè? Dat is vlies tot de bier. Voilà. We hebben de muur de leren bedankt. Dat vet sausietje niet. Je kunt nu nog pijlen van vechuren, krijg je cholesterol, hè? Al gezien, dan is er koken alleen te geweken niet kunnen afbetalen, hè? En dan mag Schepen hem laai op verwijt van tabaksdief, was de parking de gedruimde plootse om mag Schepen uit de weg te gaan. Nee, zoek nou iemand willen duwkloppen, hè? Was mag Schepen nog niet genoeg? Nu is het al gedaan, hè? Als hij van mag Schepen vanaf was, was hij uit van zijn leningen en zijn wekelijkse afbetalingen vanaf. Je vergeet Marie en Danje en dat is dat mag Schepen hem beloofd aan de sausietjes mag zijn. Oost en geld nu op van hem te helpen. Mijn nu mag Schepen uit de weg te ruimen. Was dat zijn vergoed en gekwaad? Is dat wij zonder geld? Is dat voor faillissement? Dank u, inspecteur. Hoe ik maar lieden zijn, hoe ik hem brasseren. Tuut, zet draaien en is door schrijfvuurt. Excuseer, doe ze aan het onderzoek sturen. Maar meneer de Min zegt dat aan een dreupel moet je. Ze hebben de maan gegeven, maar ik heb het nu dus, hè. Nee, man, ik wil ook maar eens ik hier naar Kolkraar beginnen te brokkelen. Zo. De brokkelingen zijn allemaal proppen, hè. Ik krijg niemand alles, dus doe je mij niet beschuldigd. Genoeg voor het Belfort om ver te klopen. Allee, hoe kost dat mijn gisteren wij spokeren, hè? Hij viel de hoofd, hij viel de nacht hier gezien. Oh, wat weet je gaan, dan moet je al weg. Dat schijnt zich allemaal goed te kennen. Aan dien toch. Als het heel doorgeschoen is over mijn deur in een zuurcafé, je kent die denkjes. De gordijnen blijven gesloten en buiten de motten zit het vol van zotten. Ah, oh, is dat duk van Guido Bezaal? Nu niet, dat is van Walter de Buk. Je hebt gezegd dat er met pokeren de leukste moinden veel geld verloren hebt. De rest is dat ik niet verstoor. Op die poor moinden dat er veel geld verloren hebt. Kun je toch zo vervallen en vuil niet uitzien? Weet het. Maar Bart de Poker heb je nog iets moeten doen. Ja. Oh, hij heeft veel goed geholpen, ze. Met de poker ben ik aan de drank gerokt en heb ik van Normen maar een auto moeten verkopen. Voilà. Door wilde ik u krijgen. Waar we deze keer de muur de leren te steken. Nou, Gien. Ik heb in het begin gezegd. Ik ben de eerste vuurt gegooid, want ik heb geen auto. Want ik ben te voeten. Ja, daar de muur neer omdat het de voeten gooit. Hier, zomer tot op het beliezen zijn de muren eerst voor de voetgangers. Ja, maar dat is een andere zaak. Je bent ten eerste vuurt gegooid en je hebt Mark Schepper op de parking zien liggen. En je hebt in een krik gepakt, je hebt hem een klop gegeven,
Je hebt zijn portefeuille uit zijn zak gehaald, hebt het geld uitgehaald en de lege portefeuille weer weggesmeten. Wat paas er van, Kamilleke? Ja, en ik kan de meezoons misschien bravo roepen, maar ik ben niet tevreden, zo. Wat zeg, Leonie en Filomenen hebben geprobeerd van schepen rechter te zetten, maar hij bleef slopen en vroeg ik me af waarom dat hij hem een slag zou moeten geven en als hij zijn portefeuille kon spaken zonder hem wakker te maken. Dus gepaast dat hij hem hier een slag gegeven heeft? Och, laat dat dan een beetje wiegen wordt. Pas niet zo, zijn hersensleden zijn nog kool van hem. Maar het moet hem toch hier vermuurd zijn? Dat weet ik niet. Goedenavond. Madame, wat kom je hier doen? Wie zei je? Ik ben de vrouw van Max Schepen. Oh. Hey, Jorgen. Hey. Alsjeblieft, madame. Uw naam is dus wel Florette Meijer. Dat is mijn meisjes naam, inspecteur. Getrouwd zijn de met Markie de Pferdler Florette Scheper Meijer. Ja, ja, maar wat aan mij interesseert, is uw meisjes naam. En, beest dan meer dat toch alleen zijn. Vertel me een keer hoe dat er naar hier gekomen zijn. Met een bus, inspecteur. Ja, ja, ja. Dat kan moest zeggen dat ik te voeten ben, zou u het niet interesseren, zeker. Nee. Toch zult u wel begrijpen dat u een bus weinig belang heeft in mijn onderzoek. Ja, maar kan maar antwoorden op wat dat mij vroegt. Bo, toch zullen we doen de vroegingen anders eerst snel. Je wordt op duchte dat uw man eigenaar was van die dansing hier? Natuurlijk, inspecteur. Wat dan mij opvalt, dat is dat ik al weinig of geen verdriet heb. Moet verdriet hebben omdat hij eigenaar was van die dansing? Nee. Ja. Ik zou moeten beginnen opletten wat ik vroeg. Uwe man, was u bankbediende? Ja, inspecteur. Ja, ik ga die vragen. Waar was hij bankbediende? Wat weet dat hij maar goed antwoorden? Hij was bankbediende in een bank. Maar wist u hoe dat hij in een dansing ingekocht heeft? Op krediet. Maar al, hè, madame. Als u iets kunt u dat toch niet op krediet? Waarvan niet? Vroeger worden er zo als je iets op krediet kocht. In hun is een en taart zaten een zot als je de volle pot betoogt. Ja, dat is wel mogelijk, madame. Maar uw man heeft dat hier gekocht met geld dat hij gewonnen heeft op de paardenkoers. De top 5. Wordt er door niet van op duchten? Nee, hij zei niets en ik vroeg hem niets. Allee, dat er weinig conversatie was bij onder tas. Als je 20 jaar getrouwd bent, inspecteur, weet dan een duur niet meer wat vertellen van elkaar. Bon, nu ga ik een delicate vraag stellen. Worden op duchte dat Mark Schepen een verhouding met een vrijwillig lid van die dansing hier? Joik, over enige dagen een vriendin me dat vertelt. Toch niet de die van 110 kilo? Nee, dat is heel mogen denkt. Voilà, ze zitten wij nou in de balzool. Vanwege niet een vriend om te worden. Oh ja, zeg, de apotheker zal niet ruiken, zei zij. Heeft er iemand zier gedaan misschien? Nee, wat is van de geur van de sausages, massa. De rest naar is aan de sausages school. Dat hij wacht tot morgen. Ja. En kom mee naar de apotheker. Voor een peerlijke voor mijn bobbels van mijn urticair. Kamil. Ja. Wat zit er gaat door wat in een tuig te doen? Wel, de boete die zijn leven een beter nest met melk en yoghurt te drinken. En zo geerlijk loos gemaakt, hè? Zie ik hier die melk? Zie die anders of melkpoel? Wat zal hem dat geven? Ah, maar Kamil, hij moet dat opleggen met water. Ja, is er hier water? Oh, hij heeft voet. Ah, maar Kamil, dat is zijn neven. Jawel, dat is volle melk aan 69 euro. Oh. Kamil, ja. Lukt een keer, goh, is er genomen naar weer al. Madame Leonie Schelkes, lukt ze een keer naar hier komen? Ja, de duurt, zat een trein in de stoortje voor.
Dat is toch de inspecteur van Duivenharde. Je kent dat. Als ze begonnen zijn, moesten ze juist maar kunnen lezen en schrijven. Maar nu is er veel veranderd. We moeten toch kunnen rekenen nu? Moeten kunnen rekenen voor een muurtzokken uit te lossen? Nu niet. Maar het is voor als je daguren krijgt. Om te zien of dat ze niet te weinig betonden. Benny. Ah. Het is nu dat Pedicoet wordt. En mag ik u voorstellen, madame Schelkes? Hoe moet ik dat nu gaan zeggen? Lief van mijn man. Ah ja, zeker. Madame, gelijk of dat ik hier al verkloord ben, ik heb een paar weken verrijvingen gehad met Mark, omdat hij maar was gemokt hoort dat hij geschade leed van zijn vrij. Ja, dat is juist. Hij had tegen Leonie wijsgemaakt dat zijn vrouw naar Spanje vertrokken was. Nou zou je hier net gezegd. Maar hij had dan niet hetzelfde, dat hadden alle twee even geworden. Gisterenavond ook vernomen dat hij mijn leugens wijsgemaakt wordt en hij ons verrijvingen had gebroken. Madame Florette, had de ver van de avond madame Leonie nog niet gezien? De nacht al veel lekker gezien, maar het was donker. Donker? Van mijn vriendinnen wist er dat Mark die vrouwen hier ze ontmoeten op een vrijgezellenbal. Om zeker te zijn, ben ik gisteravond naar hier gekomen. Ik heb mij recht over de parking weggestoken. En op zeker ogenblik zag ik Mark buiten komen aan de noord van een vrouw. Volgens de verkloringen van madame Leonie kost hij op zijn bieden niet meer stoor van zattigheid. En is hem tot toen de auto gebracht. Kostte in de donkere zin dat hij zat was. Ik zag nog in de kloor niet hoe hij zat was. Hoe staat je nog straks kwam sliepen? En hoe ze kiktje morgens opstond, dan sliep jij. Wat een paar kostuums. Hoe jij is aan huis niets dat van hem was. Nog je papiertje. Hij kwam je zus voor slopen. Dat is al. In ieder geval, in de donker zagen dat hij die vrouwen is aan ooms wilde pakken. Ze hebben een deur gegeven, zodat hij op de grond viel. En mee dat hij bleef liggen. En ze weer benen geworden. Dat klopt. Dat klopt. En wat is er daarachter gebeurd? Toen is er weer een vrouw buiten gekomen. Weet madame Leonie? Nini, ze was kleiner en dikker. Dat klopt, dat klopt. Madame Philomène? Ah ja, zeker. Zeker probeert van Mark recht te staan, maar uiteindelijk is hij moeten laten liggen, is hij zijn been geworden. Dat klopt, dat klopt. Zeker Mark zijn een kriek. Klopt er vele bij u, hè? Madame Leonie? Tutu, zat een trein in de stoorschreef vuur. En wat had jij toen gedaan, madame Florette? Met dat ik zag dat er niemand niet meer buiten kwam, werd naar Mark gaan kijken, wist dat hij er lag. En wat had je gepaasd? 28 jaar pasen niet meer, inspecteur. Met dat ik zag dat hij sliep, werd naar huis gegaan. Bon, ik hoor weer de vragen stellen die ik in het begin gevraagd heb. Hoe zijn er naar hier gekomen? Ja, dat er met een bus gekomen zijn, dat weet ik al. Maar hoe wist hij dat er hier van de noven, ten achten, een onderzoek ging gebeuren aangaande de muur op uw man. En wel van de meld zijn er drie hier bij mij thuis geweest en... Ja, dat worden die van de onderzoekscommissie. Ah ja, zeker. Zijn maar de muur van Mark aangekondigd en gezegd dat je van de noven moest alwezig zijn. De tiende hier alwezig zijn? Dat wordt draaien van de onderzoekscommissie. Ja. Maar je zegt dat de tiende hier alwezig zijn. En het onderzoek is al bezig van ten achter. Jongens, hebben mij gezegd, je moet u niet oorsten. Dat is een nieuwe melkpaal die het onderzoek doet. In vele kolen van de nacht zal dat niet gedwongen worden. Dat zal ik moeten rapporteren. En noem ze een adjunctiefje. Je zet een verliepig morgen in de politiewagen op de parking. Voordat we ons op ons gemak uw getuigenis kunnen afnemen. Je zult er niet alleen zitten. Mama Kootje zit er ook al. Wie is mama Kootje? Ja, de pleegmoeder van Joke. En wie is Joke? Ja, we zetten hem maar in de politiewagen of het is al gelijk nog boven ver dat we gedaan hebben. Madame, ik kan niet zeggen dat met plezier gedaan heeft. Ja, je zeker veel winst er niet aan komt. Truste, het verlies is ook niet groot. De nazend zal hem wel binnen drooien. Hier? Binnen looten bedoelen. De goed mij een licht op. Dat is door mij dat hij zijn kloor wordt. Madame Florette Mere, kan nu te vermoeden lekker doder zijn. Nou, zie. Mijn beetje gewoon de muur neer zien, maar goed de koop weer nu. Beweegreden, jaloezie. Ja? Ja, wat zeg je zelf?
Als ik zorgde dat er niemand niet meer buiten kwam, ben ik bij Max Schepper geweest te kijken. Door is het dus de gelegenheid gehad om met in een kriek een man de kop in te slaan. Uit pure jaloezie. Als dat mijn jaloezie is, toen zat ik aan je verwacht. Oh, dan ze maar dat niet aan doen. Maar alleen, als ik geen grenzen verdriet. Integendeel, ze zegt zelfs dat verlies niet groot is. Ben misschien wel een melkmaal die een verwachting is, maar mij kunnen ze geen blijven blommetjes wasmogen. Het verdriet dat ze, is gecamoufleerd verdriet, om niet te moeten bekennen dat ze Max Schepper de kop ingeslagen met in een kriek. Ha, ze een slappe tube. Maar wat is een slappe tube? Die vrouw is veel te zwakker met in een kriek te slaan, dat denk is veel te zwaar. Hoe weet de gaar dat tank veel te zwaar is? Als ik van de nacht Mark een deur gegeven heb dat hij op de grond lag, is die een dijk met een tier gevallen. Maar dat is de eerste keer dat ik met een groet een 10 uur schreeuwen is. Hè? Maar allee, het ligt toch veel de hand dat die Florette de doder is. Als ze mij vertelde dat Mark Schepper nog bij zijn vrijbe was, is ze mij ook gezegd dat zijn vrijbe ziekelijk is. Als ik hem daarover rekenschap vroeg, zat hij mij... Dat is een leukemie, hoor. Bloedkanker. Toen was schuurtegangs gedoord. Ik heb me schieven gegeven dat hij ook al niet in de buurt geliepen is. Hè? Ik moet hier benen zijn en dingen dankzij. Al was het nog eens u. Oh, mama Kootje. Toen is het moment voor Joukje te gaan halen. Wat dan? Goed, ik ga maar tegen haar, Jantje. Als ik hoor haar ver meebrengen. Hoe zie je, mag ook nu tegenkomen. Ik heb lang bij u hebben voor maar niet wat ik zeg het. Dat is toch duk om als je hebt? Dat is toch goed om een beetje van de zwoere mustard, hè? Anders zat ik aan de kapie tot over zijn uur. Hoe zet ik uit om zijn politie wel overkeren? Er kwam de vrouw binnen en ermee kost de kick bar. Er is nog niemand die gezegd heeft dat hij mij vuurt ging, mama Kootje. En wie heeft er gezegd dat ik vuurt ga? Zie het niet? Doe je uren open, ik kom weer binnen. En als dat doen, dat zoeks kunnen nou niet gedoen. Ik heb je toch al langer bewezen dat Joke de buurder neer is. Er is nog niets bewezen, kinderprofiteur. Wat? Kinderprofiteur? Ik die de schuurste jaren van mijn leven verleugen naar een vreemde kinder. Hoe kan je dit schuren verliezen? Dat is al luurlijk dat hij nu is. Dat is te veel. Die woorden goed neertrekken. Allee, kom op. Hij dan een uitmerkend gehad van de zuster van Moya Metalli. Allee, vooruit. Dames, dames. Abes is de bliefdek. Hij de maatje mee is geweken. Stop, in oog van de wet, stop. Alle woorden die er nu gebruikt kunnen looten tegen Hulder in de rechtbanken worden uitgespeeld. Ah, jongen, jongen. Als je goed beginnen spelen, ik geef het niet op, ze. Die nageuze kan ik wat uitmerkend gehad, als dat wil. Hallo, maar Leonie. Kan mijn nageluk verdedigen als het moest zijn. Ja. Niets mag het doen door ze beïnvloeden. Nog de uperkuten, nog Mohammed Alibaba. Ze mogen niet zeggen dat de kinderprofiteur ben. Veel dan de pleegkinders bij ons binnenkomen, wel dienst en vooral wil de karakter getest, is zonder werking met de sociale dienst. Maar voor de kinders levert al weinig of niet zo. Maar weet je gaat dat? Allemaal bekend in de nieren van de sociale dienst om controle te hebben over het pleeggezin. Ja, om het drinken van kaffeetjes en een druipokken. En stil gezang wordt in de nieren de vriend des huizes. Daar worden we van alles gesproken. Behalve over het bijzonderste, de pleegkerels. Om 14 jaar worden, moest men job zoeken bij de vakantie aan de zee of zo, verbaat te verdienen, zonder het toezicht van de pleegouders. En wat was het gevolg daarvan? We zochten steun bij Makoor. En dat was voor de pleegouders een samenzwering. Het is altijd te zien, hè? Het is maar als je groter worden dan de moeilijkheden beginnen. Ah, het is nog geworden. Het is maar om groter worden dan het verschil beginnen zien tussen de raakkinders en de pleegkinders. En de raakkinders is alles toegestaan. Als er bijvoorbeeld iets verdwenen is, krammen we de schuld. En niet alleen de schuld. Maar we willen niet veel weten dat we van een mindere klasse zijn. En dat we zelfs op sociaal gebied op een liegeren trap staan. Maar je vergeet dat de pleeghebbers een grote responsabiliteit hebben. Ja, dat is maar één ding is vaak.
dat er door de wet aan de kandidaat pleegouders nu geen specifieke vuil worden gesteld. Morgen krijgt dat je onder een uppas bij op? Ja, maar een dagvergoedingen. Volgens de leeftijd van kind gaat dat van 409 tot 437 frank per dag. Dus reken dat. Vier kinderen aan een minimum van 409 frank levert onder per dag 1630 frank op. En wil de opvoeding die de krijgt bij ons beleefd leren zijn, wil de kamer in orde hebben en proper gekleed bij de mensen komen? Ja, dat is waar. Op dat gebied en hebben we geen kloof. En gelukkig zijn al de pleeghouders niet gelijk schuldig. Want er is maar één ding dat overtuigd zit. En dat is dat we zagen vader en moeder niet kunnen vergeten. Bij ons markeert de warmte en de liefde van een huisgezin. Ja, lieve moeder, hoe zagen vader en moeder ons kan geven. Die liefde, die toch bijzonderste is in het leven. Bravo! Bravo, keer, bravo! Stop! Genoeg, Kevin! Bravo! Ik verbied je van te applaudisseren. Je zit hier niet in de winnaar, hè? Oh, spaten genoeg, ze zullen er aan tijd bedraven zijn. In ieder geval, mama Kutje, we zetten verliepig maar weer in onze politierol. En moet ik weer in dat tiefkerken gaan zitten? Ja, maar pas op, we zijn niet te kort, hè. We zijn nog niet gedaan met mama Kokkedies, hè. Maar heeft er iets aan misschien? Ja, dat weet ik niet, zo, meisje. Ik heb toch alles verkloord, gelijk of dat gebeurt, hè? Ja, ja, maar er is toch iets dan niet, zusters. Je hebt gezegd, ik wist dat Joken hem op die of andere manier geld zo afgetroggeld, hè. Door bijvoorbeeld zijn portefeuille te pakken. Waarom de zus zijn portefeuille? Omdat er geld in zat, natuurlijk. Maar dat wist hij ook toch niet? Maar ga wist het, hè, mama Kokkedie? Ik, hè? Ja, je hebt gezegd, hij heeft mij zelfs zijn visitekoortjes gegeven. Waar zal de Mark Schepper zijn visitekoortjes in? Eerst aan de zak. Nee, mama Kokkedie. In zijn portefeuille. Want op het onderzoek hebben ze zijn portefeuille gevonden op de parking. En door zat er een lidkoort in en zijn visitekoortjes. Dus hadden dat geld zien zitten. Heb je een beetje, hoe dat dan nu zo'n boosje nog zeggen, dat ik iemand u geklopt heb voor 1000 frank? Was maar zoveel? Dat weet ik niet. Ik zeg eens u maar iets. Ja. Maar afijn, Camille. Mama Kutje verdient toch genoeg geld met het preekkinder. Hé? Nee. Ik bedoel, mama Kutje heeft toch genoeg geld van haar eigen. Maar dat weet de kuk. Maar zij het motief portefeuille steden. Op joker gestoken om haar eigen misloot weg te steken. Oh, kom van mijn zicht van. Oh, ja, maar Camille toch. En je doet naar mama Kutje draaien. Ah, wel, vang daarop. Oh, bedankt. Door begin ik bij jou, hè? Het gaat over. En waar reden zoek ik geld om dat te doen? Ik had die mens maar iedere keer gezien. Die ene keer was voldoende naar mijn dote. Want dankzij Mark Schepper had je ook een keer weer gekregen en zat ze niet in armoede. Gelachen dat er altijd toegewenst wordt. Want je hebt zelf gezet, het zocht er maar een bron van mijn zat. Hoho. Pas op, onze zijde op broer zat. Dus mij deelt dat dan iets anders verwacht. Ook kom weer van mijn zin, trouwens. Wel, mijn druk dat maar hier op de stoel. En best dat het toch een trooi zit. Hij zet de muur erneer en we gaan de benen drooien. Oh, ook maar een blik zou je zeggen. Je moest helemaal niet gemoeid hebben. Samen. Tutu, zak draaien en stoel schrijfvuur. Inspecteur. Sasa. Die is helemaal blijde mankeren moet nog. Morgen het toch zeker van een schip of kassen. Je moet nu toch naar Holland niet gooien. En lekker of dat ons in het begin wasgemokt hebt. Er is geen ieder Hollander die naar een hasselsietje wil kijken. Verre van erin te baten. Respecteur, uw vriendelijk verzoeken voor die landen om hasselsietje te lagen. Ik wil een vuurschoot en zo. Vanaf gesproken met een zenuwarts. En als ik niet kom, kraak het van zenuws. Niet de eerste keer, met bobbels. Zijn bobbels beginnen al op spruiten te trekken. Oh, toen ben ik nog van de goeie. De mannen zijn nog maar eerwetjes. De ander, toen ik weet wat je nog langer moet doen. De muur de deur is nog gewonden. Op uw gemak, zo. Wat ik bloed van, zal dat jij zijn?
Ah, dus te luisteren dan? Ik moet wel, er zit geen deuren in. Er zei dat die lemboeten door dat glozeke melk te donkeren, was er een nachtje met uit. Ik was wel verplicht om te luisteren. Ja, volgens dat ik er zie, heb je voorlopig geen reden ver te blijven. Je zou wel opgeroepen worden voor een getuigenis. Dank u, dat zal alles straks of twee schillen, dat waren zij nu. Ja, maar zo ziet het, maar zijn wij nog niet gedoen, zo joh. Ach zo, maar dan zei u wacht, dat twee spruiten liggen al in het water. Volgens de verkloring je ooit een contract mee mag. Joi, hij wil mij eens zien dansen. Ja? En hij wilde mijn ballet van Vlaanderen steken. In een sausagesballet, zeg. Weet je, het muziek van Mozart. Sausages met Mozart, dat hoor je niet, hè. Sausages met Mozart, dat hoor wel. Heb je al die gevonden? Ja. Heb je conveil mensen doen lachen geluurd? Ja, maar ze moeten mij wel, hè. Volgens dat contract moest hij alle week afkorten en 30% van de winst geven. Ja, maar volgens dat contract zou dat maar verder kopen, hè. Als ik nog goedere geld niet zat. Ja, ja, ja. Maar hij gaf er geen geld. Ja, kijk, ik voel wel weinig vuist worden. Maar een zenuwachts voor Jeuk zijn dan de zenuwachts. Want in het begin van het onderzoek heeft Jeuken verkloord dat de twee whiskies besteld had. En dan mag Schepen riep, en de goud. Heel juist. Als meneer Koker maar betoelde, zei mag Schepen, ja, met geld van een toebakdief zeker. Dus schoft hij geen geld. Nina, aan je familielid die zijn een nek gebroken hoor. Die op zijn nare portemonnee te tegen. Ja. Dus die mag schepen van een krotzak. Als krotzak wil zeggen, krot in de zak. Was Max Schepper het levende bewaars van een krop en van een zak. Mag dus komen dat wat dat ik gezegd heb? Heb je er iets gezegd? Wel, wel, wel. Ik kan je stijnken of niet, duurt ze maar nergens. Mama Kootje, eis de muur er neer in. Ah, de dien en half van de politie is verstandig geworden. Toch wel, mama Kootje, die is nog altijd de muur er neer. Ja. Maar daar is een andere naaf die zot gebleven heeft. Oh, de sausages, maar zijn en zuur de muur er neer. Meneer zat thuis, madame. Kon ik er komen bezoek? Wel, het is toch hetgeen dat ik gezegd heb. En jij mag Schepen vermuurd om van zijn moeilijkse afbetalingen en zijn leningen vanaf te zijn. Een dag geweten. Kom maar geweer weg, broer. Ja, maar wie? Dat was geen reden om hem er voor de kop in te snoeien. Hoe jij er dan wordt, hoe sympathieker dat je vindt. Ja. Er was nou dat contract die daar getekend hoor. En duurde of levend dat contract bestond. En dat kostte sausages massa niet buiten. Bravo, bravo, bravo. Dank je. Dat er een komiek zijn geworden. Ik zou bies roepen. Hij heeft maar Schepen in de slag gegeven om dat contract in handen te krijgen. Waarom zei dat er geen komiekzanger zat, die roep ik, wat? Maar dat contract in hem te krijgen. Maar mag Schepper het dat contract toch bij hem niet? Oh, weet je gaat dan? Hij hoort dat contract wel bij hem. Oh, ja? Wat zijn vrijheid erover een beetje gezet? Buiten een paar kostuum, zodat thuis bijna niets dat van hem was. Nou, geen papier. Ja, koos graven. Dus dat contract zat in zijn portefeuille. De sausages maar zijn is van de nacht met boete vuurt gegooid. Op de parking van boete zijn een auto niet. En Noline zijnde heeft de sausages maar zijn ervan geprofiteerd. Om Max zijn oor te snijden. De portefeuille uit zijn zaken te pakken. Dat contract te nemen. En de portefeuille weg te smaken. Vergeet niet dan die portefeuille leeg weer gevonden heeft. Dat is graaf, Rob. Ja. Ah, goed, dat die jaren schreef niet kunnen. Maar wel, als je ver komt, zal bij u komen in prison. In prison? Ja. Ah, maar kom in. We zitten hier met twee muurten eens. Jongens, ik ga zo doen. Het van niets keer goed over geen ene jaren. Wat doet dit met een bobbel? Dat zijn hun zaken niet. Ik liep er met een bobbel in de kuip. Allee, vooruit. Zet dat hier bij mama Kootje. Misschien is ze zelf al een bobbel of twee te veel. Leonie, ga nog maar een keer de resten. Ah ja. Wat nou, Leonie? Zal ik maar hoor. Ja. Oh, ze zijn door, zus. Hoe is dat meulen? Van een grote mens.
En daarom versloft hij hem, dat is toch tien ze dan mijn rechten hebben. Werk met dat kort, dan min, maar het is toch niet paas dat ik ook al rechten heb. Hoe alles maar een kindje te geld kan me betalen. Maar kan ik niet, hoeveel keer moet ik dan ook zeggen dat ik vandoor niet mee bestellen van de wet? Ja, dan deed het rijk wel een druipel. Als je van de wet zat, moet ik dan doen wat dat er niet meugt van de wet. Waar is jouw boete? In Bergbergen. Wat zit er aan de achtermaand duur doen? Ik zoek achter een melk. Mijn melk? Ja, dat geloof ik een melk die de inspecteur maar gebruikt heeft. Ook, ik heb er nu een keer uitgedroomd. Ja. En heb slag voel ik met een groen andere man. Liefje toch? Dat zeker bij al die hormonen die ze aan de koeien geven. Ja, ja, ja. Dat zijn hormonen van alcoholvitamine. En boete best aan die zaadkoeien per vroegs gestaald. Kom in, je moet er toch mee niet aan beginnen, hè? En Filomena, kom nu een keer bij mij. Onze heren, waarom ben ik aan dit stil verhoos? Volgens dat de gezegd dat in het begin van het onderzoek worden blij dat er een kozijn een diplootje geeft of een gerente. Jawel, oh, het zelfs maar een oma's aan het dans zijn gegeven. Allee. Hoe ze maar nagepast, ze gewoon eens tien aan de gevel hangen. Eerdenstige Filomena. Oh. Ja. Oftewel, eerdenstige Filomena en de Merendam. Oh, wat zult er nog van verschieten dat ik met mijn meneke moest dansen? Ik weet niet wat dat er voelt, als je dat in je oren bezet. Oh. Ik had maar voorstel, zo. Het is beter dat Poepedoeske sublaan niet gebleven is. Ze gaat toch weer aan beginnen, ze had een volle lange tongen. In het begin dat dat Mark Schepper was, heeft hij mij verteld dat hij geworden werd dat Poepedoeske hier zoveel week gewoon heeft. Oh, ze geeft niet woord nog terug, is die een aan de gevel dan. Ja, we hebben maar een contract toen die me kerst schreven zegt. Nou, vrienden, mijn contract. Ja, ja, maar zij is zo slim geweest van niet te tekenen. Kwetskast is graag de sluren. Nee, inspecteur, in dat contract stond er dat ze aan een nieuwe sluur moest werken. Ja, maar je schijnt aan goed op duchten te zijn, zo'n boete. Want in het begin dat hij binnengekomen zat, moest Filomena gelijk van hun liefde niet weten. Ja, ik weet dat ze allemaal duidt in een drankje. Ja. Ze kost niet geloof dat ik niet eens meer dronk of melk. Ah, nee. We zitten met een raar nu gezien, met toch geloofd gemaakt die de gama gebruikt hebt. Ja, ik weet het. He? Had je maar nou gezien geloofd. Die de melkboer is buiten gevlogen op zijn werk. Hij was altijd zat. Ja. Te veel melk is ook niet goed. Ja, je moet niet liggen. Ik was van zin van mij weer een keer naar zeilen. Oh, liefde is nou een oudige biesten worden. Liefde? Ben ik er uit liefde over mijn stofzuiger gevallen? Ik was maar twee vuiste tanden kwijt. Oh. Nee, ik was van zin van mijn boete weer te keer voor in buiten te zijn. Oh, kijk eens een pand die wij die cadeau wilden doen. Abai, hoor ik. Dat ik iets voor jou die de hout weer moet aan je hart aan net. Mark Schepper, die de hap in de boete nog dat boete niet meer ingekomen was voor Suske Wiske te lezen, heeft mij in de vuilhoofd gevolgd dat dat hoor was. Ik heb hem gezegd dat ik van zin was van mijn boete bij je van onder te trekken. Ik heb hem dus gezegd dat ik mijn manneke ging schoken. Lekker rummelen en dansje door. Juliette. Ja, ze is zo. Wie het toch van zin was. Ach, laat nu te leugen, heer. Gewoon niet als ik het hem gezegd heb. Het was in de vuilhoofd tegenwoordig niet ba. Nee, maar ik was er wel ba. Of dat je bedraagd hebt. Oh, hij had het bedraagd. Maar ja, niet zo. Ik heb een keer mijn kieten getuigd en af ik plot. Ja, kieten, boet. Het zijn twee Engels gezinken die ik eraan heb. Ja, we... nee, wat deed hij over het bedrag? Wel, Zie dat niet, babbeleren. Je kunt de klepel niet hebben. Ah, we mogen het niet weten misschien. Nee, dat kan niemand niet aan. Dat zijn familie zo. Ja, het is een recht van te zwagen, zo. En stoorveren dat we van de nacht achter Leonie. Uwe kozijn wist ook even net, maar in plaatsen van uwe kozijn had het in een kriek opgeheft en hem de slag gegeven. Nog een. Dus Filomena is een doder. Wat bedoel je ermee, inspecteur? Dat ze heel zeker van de Noordballet van Volsteken gedanst heeft, zo. Oh, nu is de vijf moest zat zijn. Nee, ze stom of tachtigste van het kikken. En dan komt er nog een ei uit. Nee, hij wil zeggen dat je Filomena de derde muur erin. Ja,
moet er niet meer zitten, dat is een slappentype. Oh, we hengen op die slappentype. Meneer de politie zegt dat ik Max Schepel de kop in geslagen heb. Wat? De thema merken niet geweest? Oh, het zou er gaan geweest. Nooit! Niet op. Allee. Even niet, maar die is een dag gedoen. Ja, wel, we zijn van de nacht te horen vuur te gooien met de sausages, Marcel. Goed. Die vallen door dat sausages, Marcel, tegen mij zegt. Tegen mij zegt hij wel, mama koken die. Heb nog Samson. Moest dat koken, daar is eigenlijk te slecht. Dat zeggen de kikkers, hoe ze na moeten leggen. En als geld wil je weer te zware, vlindig in kikkers komt, maar in prison. In het prison? Je zat van de nacht dus te horen vuur te gooien met de sausages, Marcel. Op de parking zaten we weggegooid, omdat de zuur zaten hebben nood aan invloed, maar hebben nood aan wisten toen. Morgen zocht achter Max Schijper. En omdat hij niet in het gooien met een mensen, had hij hem de slag gegeven van die kreeg. Nee, misschien in het ene zegt hij hem te duwen, maar hem uit te wreken. Is het niet voor boete? Op de gaat bij ons in onze café in Zeilen gezeten. Ja. Een pejoro die raken gelachen. Voor het huur. Als ik in de kop zal eerst lonen, zal het hier van de politie zijn. Dit is buiten onze vierde muur meer. Oh, morgen bied ik mijn ontslag aan bij de burgerlijke politie. Oh. Heb je al van mijn kinderen gesproken? Het zijn twee pruimen. Kan boten, laat je twee Engels gezichtjes maar hangen. Het hoeft niet aan mij, dan geef mij iets te drinken. Och, dat is waar we dan mee vergeten. Nee, de vaamde muurdeneer. Nee, de meen is geen muurdeneer. Oh, Matje, waar heb ik dat verdiend? Zeg, hoeveel zou ik een muurdeneer zijn? Oh, jongen, uw ass is liggen in een alcoholroom. Hoor niet. Daar is iets van coming. Toevallig ken ik de niet nog langer ook van dood. Doordat hij van s'morgens vroeg altijd in dat cafeetje zit, schoen over mijn deur. Ah, hij is al wel langer dat hem kent. Oh, monden. Ah. Ik ken hem natuurlijk meer door die cafébos. Die mij vertelde dat de min aan de drank gerookt was. Alles wat dat hij ooit verkocht om te kunnen drinken. En tenslotte is dat nooit aan de nazer week wakker op is, omdat hij altijd zat naar zijn werk kwam. Ja, maar volgens dat hij zei was hij door een ingenieur. Oh. Als jij ingenieur is, dan is maar beetje de kaas van China, hè. Hij was een duur gewone werkman aan de spuurweg. En is dat al langer dat hij hier in een dans zijn frequenteert? Een paar weken, man. Een paar weken, daar is hij dat niet verstaan. Als dan niet al die mooie schoons over de deur gezet, nee. Vroeg maar af wat hij op die twee weken niet kunnen doen is. En de hoes gekregen van de begin dansen misschien? Dansen? Geen keer in mijn leven gedanst, ik heb 14 dagen in de kliniek gelegen. Mijn dansen zandig in de luister. Ja, maar wat zou dit toch komen zoeken? Zo maar een Satan mag Schepper maar zo geholpen hebben. Ah. Dus het gelijk op dat kind gezegd dat hij is van de nacht ver dankbaar de vuur gegooid. Hij is bij Max Schepper gekomen. Hij heeft in de slaap gegeven en het geld dat zijn portefeuille gepakt. Wat een dood, als Max Schepper en als dat Max Schepper zien liggen. Hij had dus aan was aan het slopen en zijn makelaar die portefeuille uit zijn zak gepakt zonder hem wakker te maken. Wij zijn aan de zak gestoten. Ja? Ja, en hoe komen we toen dat we zijn portefeuille op de parking gevonden en alleen? Ze hebben zo kort van mijn mouwen. Hier zie, achter de min is de sausages maar zijn gekomen voor zijn contract te pakken. En ja, heeft die portefeuille weer gesmeten. Aangezien dat ik nog niet nu gevallen ben, zou ik verzoeken die langer van een nog sausages maar zijn tegen mij te zijn. Weet je hoe wat dat een sausages maar zijn is? Dat is hier niet sausages worden. Zieveren en pakjes. Je kunt van mij toch niet zeggen dat ik zieveren en een pakje. Ja, maar Schepper heeft nog iets anders gezegd van u. Jukke, waar zat dat als de dingen neer van de nacht twee whiskies besteld op? Als de dingen door zaken geld, zei Max Schepper, ja, geld van een toepakdienst. Vooral van, je kunt toch niet zeggen dat de dingen niet een dief op de muur beneden is? Ja, maar hij niet toepakdief gezet, maar snufkesteler.
Salsichesbrood, zeven pakjes. Een steiler is dat een ding? Nee. Een steiler is ook een heler. Want volgens het woordenboek, een heler is net zo goed als een steiler. Iemand die medeplichtig is aan een verkeerde handeling. Het is wel even dienstig geweest dat mijn woord klas gezet. Ik was manneloos. Maar wacht, dat is nog niet gedaan. Snafjes, dat kan nu cocaïne zijn. Want cocaïne kan de snuiven. Dus een snuifkesteler is ook een cocaïneneler. Zeg, Dinemark Schepper was geen oude, hè? En geld gegeven voor een fabrieksken in orde te brengen. Op conditie dat alle weken naar Holland goed voor cocaïne te helen. Maar in Holland moeten ze loont geroken, hè? En moesten ze van de cocaïne niet meer weten. En door deuren lagen in conflict met Mark en gaf hij geen geld meer. Maar weer bij je zet, madame Kokedijk. Dat is juist, inspecteur. Ja. Want in dat cafeetje was hem over een paar weken gezet, dat Mark Schepers maar drugs geholpen heeft. Ja. In de verre was ik hier ook lid geworden. En daarom heb ik die portefeuille gepakt en dopen dat drugs bij hem zo gaat hebben. Drugs, zo het dan eenmaal hebben van geprofiteerd van zijn geld uit zijn portefeuille te pakken. Ja, ik. Ja. Ik geloof dat omdat cafeetjes gewoon zo over de deur een klein beetje duur moeten nemen, zo kind. En door mij bedragen mag Schepen maar eens een keer zo wild gewoon hebben. Als zo aan de politie gezegd heb dat ik betrokken was in een zoeken van kakassine. Ja, maar als we hem al ingegeven is. Weet je, ik heb er nog gezaden worden dat hij niet zo gedaan heeft. Ja, ik heb in de jaren gezegd dat ik al die andere leugen is. Romee, de Monto trekt hier zo. Dat is schuur, dat is allemaal vrieschuur. We zitten in een zesmuur, meneer. Lief, nee. Weer muur is, ja. En ons is toen de verhoringen. Het is alle vier de vraag gesproken. En nee, beschuldigen ze weer alle vier. Maar we goede deur hebben nog een uitgeroken. En wel, best dat er in de balzone zat, ik een keer rondgeneust. En kijk iets ontdekt die draai van de commissie over Tuft gezien op. Al achter in die zolen is er een deur die op de parking uitgekomen. Toch, en Toms? Dat heeft toch allemaal geen belang? Maar ik weet niet, want luister een keer. In het begin van het onderzoek heb je ook gezegd hoe ze mag Schepen buiten gegooid is bij een kik naar de balzol gegooid. Maar zijn ons niet verteld wanneer dat ze vuurt gegooid is? Als mijn werk gedaan was, ben ik naar starter vuurt gegooid. Ja, als een dans zijn gesloten is, is toen nu gedanst nog naar de vuur kan buiten gooien. Ja, maar volgens dat ze allemaal verkleurd hebben. En Mark Schepen, de 10 minuten werd binnengekomen. In madame Leonie, en dan zijn een auto gebroken. En in madame Philomene geprobeerd van hem recht te staan. Maar op die taart was Mark Schepen op buiten en binnen geweest. En hij ook een onlangere door met die balzol in orde te brengen. Dus, als Joke last achter een vuur gegooid is, kan Joke de muur begonnen. Joke? Of zet de muur zijn gebeuren. Is het niet waar, Joke? Bijna ik gewoon te vuur gegooid. Ben op de parking gekomen. Ik zag dat er iemand op de grond lag. Ik zag dat er een persoon bij hem kwam. Een man of een vrouw? Een man. Hij nam iets van de grond, gaf een slag op het lichaam. Mark Schepen dus. En hij ging zeer weer vuurt. En wie was die man? Albert Boet. Maar hij is toch veel te donker op in de parking. Hoe kost ze zijn hem herkend, hè? Jurgen hem zei, slechterik, dat is voor mijn meneke. Is dat zus? Boetie? Ik was gewoon op hem omdat dat bedraagt toe. Ik heb hem dus mijn kloop willen geven. Maar ja,
met mijn Engelse sikske geworden. Ja, ja. Je kunt dat allemaal vertellen aan onze adjunctief, chief. En even wat. Iedereen uit de politiewagen voor de officiële ondervragingen. Volg me maar, ik weet al goed mee. Inspecteur, wat moet er nu gebeuren met mijn sausagesfabriek? Het is een zin hoe lang op prison dat wordt gehouden. Maar weet je wat dat doet? Dan kunnen we geen sausages verkopen in het palaats van Justitie. Dat is wel een gedachte. Dat is wel goed, hè? Dat is voor u ook het gedoe naar zijn manneke. Bedankt, Boete. En als je nou eens iets schik te doen voor mij, schaaf mij een koortje. Oh. Ik weet die adres niet. Café, trapjes op en zeilen. Kom in. Ja. Wanneer komt er een keer te gooien van dans? Ja, maar het zal nog een tijdje duren voordat het hier open komt met uw jongens, hè. Ja, maar hier is trooit er twee voorbij als er een dans hangt, hè. Ja, nee, ik kon niet gewoon dansen. Ik heb van een vaart door, kon zei, kom maar gemak hebben en morgen ga ik naar de minor. Huh? Dat is al weer leuk, hè. Kom maar luxus naar de minor. Ja, Tuut, zat een trein en de stoorschrift nu. Even uit, kom in. Dat is het. Ga door een keer bezig kijken. Het gelijk. Dat is door een deur van hart. Kom in. Ik weet al wat daar een slappe tube is.